Ik heb dus geprobeerd langs de Koninklijke Weg de leerlingen te beschermen tegen vaccins met bijwerkingen waarover ze niet geïnformeerd zijn door de GGD. En op 8 februari is mij ontslag aangezegd. Kuiper die moest van Sovon zijn mond houden over de coronavaccinaties, maar daar kon hij zich niet goed bij neerleggen. En de vrijheid van meningsuiting is een beschermd goed en daarom moet dit ontslag vandaag van tafel. 16 juni 2023, welkom in podcast. Ik ben Rieke Brouwer voor het Paleis van Justitie in Amsterdam. En dan wel dat stukje waar het hof is, dus de hoge beroepszaak. Met Misha Kuiper, gisteren bij mij in de tuin. Nu was jouw rechtszaak. Je hebt net nabesproken met je advocaat. Ik zat even buiten te wachten, ook na te bespreken. Maar wat is jouw indruk van wat er net binnen is gebeurd? Ja, ik ben heel tevreden over het verloop. Het leek wel dat de rechters scherper waren richting mij dan richting de werkgever. Dus wat dat betreft is dat een beetje onheilspellend. Maar ik ben heel tevreden over hoe we het gedaan hebben, hoe de advocaat het gedaan heeft. En meer zat er niet in. Wat ik erg onbevredigend vind, is dat de advocaat van de werkgever allemaal verdraaiingen geeft aan de feiten. Waardoor een heel ander beeld ontstaat dan hoe het in werkelijkheid allemaal was. En dat er geen tijd is in die 2 uur om dat allemaal te weerleggen. Want het verweerschrift, daar stonden al 20 van dat soort verdraaiingen in. En daar kan je niet schriftelijk op reageren. En tijdens de pleidooi ook. Allemaal verdraaingen. Gewoon kleine subtiele dingetjes. Waardoor het een heel andere kleur geeft dan hoe het werkelijk is gegaan. En ja, er is geen tijd om dat allemaal te weerleggen. En dat vind ik erg jammer. Je was gisteren bij mij in de tuin. Mensen kunnen dat ook terugzien. En dat link ik dan onder dit gesprek. En onder dat gesprek link ik weer deze rechtszaak. Om uit te leggen wat er jou is overkomen afgelopen jaren in coronacrisis. Waarom je bent ontslagen. En waarom je dat hier in beroep hebt aangevochten. Het was een klein zaaltje. 3 rechters. Duurde 2 uur. Toen we net naar buiten kwamen maakte ik als eerste jou en je advocaat een compliment. Ik vond dat jullie het heel goed gedaan hebben. Ik vond dat zijn pleidooi ook heel goed was. En ik begrijp nu beter waarom jij gisteren bij mij in de tuin zei. Ja, in het pleidooi blijven we op zich weg bij dat coronaverhaal. Want het is in de kern een vrijheid van meningsuiting rechtszaak. En dat zie je ook terug in de woorden van je advocaat. Niet in de vragen van de rechters. Ze zeiden er niks over. En ik voorspel hier alvast uitspraak in 1 augustus of later, zei de rechter. Dus het duurt nog wel even. Ik zeg alvast, ik geloof niet dat vrijheid van meningsuiting een hoofdpunt wordt in zijn vonnis. Ik vond de rechters, en mensen moeten zelf kijken, en daar sorteer ik erop voor. Ik vond ze niet neutraal en ik vond ze voor ingenomen. Wat vond jij ervan? Ja, ik wil niet zeggen voor ingenomen, maar ik kreeg wel de indruk dat ze zeer zwaar telden aan de overwegingen van de directie. Terwijl alle onrust waarvoor ze vreesden, die zat alleen maar in hun eigen hoofden. Want ik communiceerde alleen maar met hun zelf. Dus hoe kan dat nou onrust geven als ik met hun communiceer? Ze waren alsmaar bang dat ik met leerlingen zou gaan communiceren en met collega's en dit en dat. En dat er een revolutie zou uitbreken. Maar daar heb ik nooit mee gedreigd. En ja, dat is gewoon het lijden wat men vreest. Er was in de coronacrisis niet een wet. Ja, er was wel een wet. Er werd ook aan gewerkt aan een wet. Maar de maatregelen waar jij tegen verzette en waarvoor jij de school opriep van jongens, verzet je daar nou ook tegen? Want het is gewoon slecht voor het onderwijs als we dat volgen. Er was in die zin geen wet. Maar de rechters triggerden daar enorm op. Ze zei, dus jij, u, riep op om de wet te overtreden. Ja, juridisch was ik daar niet van op de hoogte dat die schoolsluitingen onwettig waren. Ik heb me daar nooit zo in verdiept. Maar daar kan je goed gelijk in hebben. Een ander ding. Kijk, ja, dat schoot mij te binnen en ik schreef dat dan op, daarom heb ik mijn telefoon hier vast. Als er een mogelijke nieuwe gezondheidsbedreiging zou zijn, bijvoorbeeld een gevaarlijke verkeerssituatie buiten de school. Of een ongeluk bij een chemisch bedrijf verderop in de stad. Dan is dat natuurlijk onderdeel van de communicatie met leerlingen. En zelfs communicatie vanuit de directie naar de leerlingen. Uiteraard, als er een mogelijke gezondheidsbedreiging is, dan heb je als school die plicht. Jij voelde die plicht, de school zei, je moet je kop houden. En ik zeg deze woorden, want ze gebruikten hem niet, maar dat was wel de strekking, want je bent je baan erom verloren, omdat jij je wel uitsprak. En dat is wat je hier letterlijk zegt. Ik voelde die burgerplicht. Denk je dat het aankwam, hoe je dat zei? Ik denk dat het voor een neutraal toehoorder heel duidelijk was, maar ik weet dus niet of de aanwezigen dat helemaal helder begrepen hebben. De situatie was dat ik me niet uitte richting de leerlingen, mijn collega's wel. Dat ik dus meldde
dat er helemaal geen neutrale situatie was op de werkvloer. En dat ze daar A, niks aan wilden doen. B, zeiden dat ik dat niet aan hun mocht melden, want dat was mijn taak niet. C, mij daarvoor berispt hebben. En D, geen zin hadden om het recht te zetten, wat heel simpel had gekund met een folletje van twee kanten en van de GGD en van het actiecollectief. De reden dat ik zo uitgebreid met jou heb gesproken gisteren, is ook om te proberen een ingewikkelde zaak simpel te maken, zodat mensen zelf kunnen zien wat er dan gebeurt in zo'n rechtszaak. En wat je hier ziet, wat je de rechter ziet doen, de voorzitter, die zit in het midden, die veegt twee dingen bij elkaar op een hoop. Hij zegt, je legde een pamflet in de lerarenkamer op een vestiging en je deelde pamfletten uit aan de leerlingen. En dat deed hij op een hoop, maar de timing van beide, dat was cruciaal verschillend, want wat je buiten deed aan de leerlingen was pas toen alles klaar was. Je was ontslag aangezegd, het was kapot. En die rechter gaat dat gebruiken, nogmaals, ik denk dat het zo gaat, in zijn vonnis om aan te tonen, ja, daarom hebben ze hem ontslagen. Ja, strikt formeel is natuurlijk waar dat ik als geschorst werknemer in afwachting van ontslag nog steeds in dienst ben. En dan nog steeds gehoorzaamheid verschuldig ben. Maar ja, hou dan die paar maanden salaris maar in. Als het toch al einde oefening is, dan ga ik niet wachten tot 1 september met die leerlingen te waarschuwen. Van je wordt door school verkeerd voorgelicht, door de regering verkeerd voorgelicht. En je moet tot 1 september wachten totdat ik je waarschuw, want ja, anders dan schaad ik mijn eigen financiële belangen. Ik was onder de indruk van hoe je je woorden koos. En ik heb je in mijn hoofd tekort gedaan. En je bent onderwijsassistent, je bent geen docent. Je helpt docenten spullen klaarzetten. Ik geef het docenten te doen om zich zo correct te uiten zoals je ook hier hebt uitgelegd wat jouw morele afwegingen waren. Nogmaals daar complimenten voor. De laatste wat ik wil vragen aan jou, om uit te leggen en dan kunnen mensen daarna de zitting zien. Ben jij in militaire dienst geweest? Nee, ik vond dat zo eng dat ik gewetensbezwaar heb aangedragen. Tot zover dat, maar ik heb dat wel gedaan. En ik zat ook te spelen met gewetensbezwaren en ik denk, nee, ik wil het zien. Ik wil meemaken hoe Nederland met dienstplichtige militairen omgaat. En ik herinner me een hoop, maar een van de belangrijkste dingen die ik me herinner, ik heb kaderopleiding gedaan, dus ik werd sergeant, is dat mij werd uitgelegd, uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor wat je doet met je peloton. En dat is jouw morele afweging. En als het echt niet kan, dan beveel is beveel, werkt niet. En dat werd mij verteld door iemand in zo'n groen pakkie met grotere strepen dan ik. En dat gaf mij veel vertrouwen in de Nederlandse krijgsmacht. Het woord beveel is hier ook genoemd. Die voorzitter van bestuur die reageerde als er een wesp gestoken toen hij dat meldde. Misschien kan je uitleggen wat daar gebeurde. Beveel is beveel. Het is niet altijd een rechtvaardig argument. Wat gebeurde er in de rechtszaak? Ja, even een zijpaadje. Ik ken twee verhalen uit de Indonesische politionele acties. Toen Nederland niet wilde dat Indonesië onafhankelijk werd, hebben ze daar het leger heen gestuurd. En ik ken twee verhalen van dat een militair opdracht kreeg om een gevangene die weerloos was en ongevaarlijk te executeren. Omdat het gewoon een blok aan het been was. Wat dus een overtreding is van het oorlogsrecht. En die hebben allebei geweigerd. Eentje is toen zelf geëxecuteerd wegens het niet uitvoeren van een bevel. En eentje was een oom van mij. Die kon zeggen, mijn vader zit in de Eerste Kamer. En daarom heeft hij dat overleefd. Ja, bevel is bevel. Daar ben ik ook mee opgegroeid op school. Dus ik dacht gewoon aan iets te refereren wat algemeen bekend was. Bevel is bevel werkt niet altijd. Dus je moet altijd een eigen afweging maken. En dat probeerde ik te doen. Een eigen afweging maken of we met die schoolsluiting mee moesten doen of moesten gaan rebelleren. Nou, ik kan hem niet dwingen om te rebelleren. Ik deed maar een suggestie. Hij vindt dat het een oneerbare suggestie. Maar hij heeft er zelf van gemaakt dat ik zijn beleid zou vergelijken met wat dan ook. Ja, dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik heb gewoon aan die periode gerefereerd, omdat dat het meest bekende voorbeeld is van bevel is bevel werkt niet. Hè. Tijdens al die processen in de late jaren 40 is dat steeds aangevoerd. Van ja, je kan je er wel op beroepen, maar dat werkt niet. Ik meen dat je dat netjes hebt gedaan, dus nogmaals goed gedaan. Laatste vraag aan jou. De rechter vroeg, ik parafraseer, ik kan het niet uit mijn hoofd, maar hij vroeg. Ja, maar als jij nou, en hij zegt u, maar ik even tussen jou en mij. Als jij nou voorzitter van bestuur was en dit gebeurde er. Een medewerker riep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
En hij zei wet overtreden. Nou, technisch gezien was het niet wet overtreden, maar toch. Hoe zou jij dan reageren? Ik was verontwaardigd dat hij die vraag stelde. En ik hoopte dat je hem zou beantwoorden met... Hey, je vraagt dit aan een onderwijsassistent. Ik zit zo onderaan die ladder in zo'n schoolbedrijf. En die vraagt hoe ik me zou gedragen als ik de grote baas was. Als ik de grote baas was, dan zou ik zeggen... Dankjewel voor het meedenken. En ik heb een hele moeilijke afweging te maken, ethische afweging. En ik hoor goed wat je zegt en blijf alsjeblieft kritisch meedenken. Dus dat is niet hoe jij reageerde, maar het is ook een hele moeilijke vraag die de rechter stelde. Weet je nog wat jij zei? Ja, ik zei uiteindelijk dat ik hoopte dat ik de moed zou hebben om inderdaad aan de ouders dat voorstel te doen. En eerst vroeg ik nog van ja, hoe bedoel je als ik op die positie was, als ik op de positie was met mijn mening over de veiligheid van vaccins, of het op die positie zat met zijn inschatting van de veiligheid van vaccins. Want, hè, of nou, de vaccins ging het toen niet om, maar het hele coronabeleid, het voorkomen van besmettingen en of die maatregelen wel zo slim waren, zoals een avondklok, of dat nou echt helpt. En anderhalve meter afstand houden voor een aerosolvirus en al dat soort dingen. Dus ja, het was eigenlijk een onmogelijke vraag om mij in die situatie te plaatsen. Maar ja, natuurlijk, als ik voorstel om dat te doen, dan hoop ik natuurlijk ook dat als ik op die positie zit, dat ik het zou doen. Want anders is het volkomen belachelijk om het voor te stellen. Dankjewel aan de persvoorlichting van het Hof en aan de voorzitter dat ik mocht filmen. Je ziet in deze registratie, en dat is niet gebruikelijk, ik heb maar één camera. Ja, ik mocht maar één camera. Ik mocht ook niet mikken op de mensen, de burgers van de andere partij, dus dat heb ik braaf niet gedaan. Gelukkig was er een audioaansluiting, dus ik denk maar dat de audio goed opgenomen is. Wil jij nog iets zeggen? En daarna komt dan de integrale registratie van de rechtszaak. Nee, we wachten af. En, nou, stel dat we verliezen, dan gaan we kijken of er nog cassatie en het Europese Hof van Justitie mogelijk is. Want ik vind het gewoon onaanvaardbaar dat je gewoon op een hele beleefde manier je mening uit. Dat er vervolgens een ontslagtraject wordt opgestart, maar dan onder de radar. Hè. Het heet dan verbetertraject. Dat ze nooit mij verbieden, of bijna nooit, om dat t-shirt te dragen. Hè. Als ik de discussie erover aanga, dan zeggen ze, oh, joh, liever niet. Maar ze gaan het niet echt verbieden. En dan in de ontslagzaak voeren ze het aan als dat je niet leerbaar bent en ongehoorzaam en alles. Terwijl ze het zelf niet eens durven verbieden, omdat je vrijheid van meningsuiting hebt. Dankjewel. Goed, welkom iedereen op de zitting van de meervoudige burgerlijke kamer van het gerechtshof Amsterdam. Ik ga kijken of ik de juiste namen heb doorgekregen van de bode. Ja, aan de orde is de zaak van de heer Kuiper, ook wel Kuiper-Wisse genoemd, tegen Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland. Ik heb u in de stukken gezien als, tenminste u wordt vermeld als rector, maar u bent bestuurder van de stichting, klopt dat? Klopt. Ja. Goed, dan zit verder, nou ja, dit is ook een camera, daar heeft u van tevoren, heeft u daar natuurlijk correspondentie over gehad, dat de zitting ook nou ja, wordt opgenomen. Dat heeft het Hof ook toegestaan, omdat volgens de richtlijn het verzoek is gedaan. Maar met dien verstande dat niet de vertegenwoordigers van de stichting in beeld komen. Dat is afgesproken. En als het goed is, de rest wel. Dat klopt, hè? Ook inclusief mevrouw heeft er ook geen probleem mee. Toch? Dat ik van achteren vind. Ja, precies. Ja, het ging meer om, de camera heeft ook één standpunt. Ja. En vandaar worden de opnames gedaan. Goed, dan moet ik nog even melden dat helemaal links achterin zit een collega van ons. Die uit opleidingsdoeleinden woont hier de zitting bij. En verder zijn wij, rechts naast mij meester Haanappel van den Burg, links naast mij meester Kampert, mijn naam is Akaya en daar zit de griffier helemaal links van mij, dat is mevrouw Niersman. Ja? Dan
maak ik nog even melding van aanvullende producties. Wij hebben ontvangen dus producties 12, 13 en 14. Dat zijn steunbetuigingen van collega's van meneer Kuiper. Die hebben wij ontvangen. Als het goed is, heeft de wederpartij Sovon die ook ontvangen. Andere stukken in aanloop naar deze zitting hebben wij niet ontvangen. Dat klopt, hè? Ik check dat even voor de zekerheid. Dus wij beschikken uiteraard over het dossier in eerste aanleg, het appelschrift en het verweerschrift in hoger beroep. Ja. Nou, dan gaat het als volgt. Meester Van Dis krijgt als eerste het woord om het beroepschrift nader toe te lichten, als u dat wenst. Ja. U krijgt hetzelfde, als u dat wil. En als we dat hebben gehad, gaan wij nog vragen stellen aan partijen. En na het rondje vragen stellen, is er een eventuele ronde in tweede termijn? Maar dat kan dan wat mij betreft heel kort zijn. En zo gaan we een beetje richting het einde van deze zitting. Ja? Ja, mijn cliënt wil zelf graag ook nog wat zeggen, als dat mag. Ja. Zeker. Aan het einde van de behandeling komen partijen ook nog aan het woord, als ze dat willen. Ja, oké. Okay. Heeft u iets op papier? Ja, dat heb ik. Nou, dat kunt u alvast aan ons en de wederpartij geven. Dank u wel, alstublieft. Ja, goed. Om gelijk met de deur in huis te vallen. Het verhaal gaat hier vandaag met name over de vrijheid van meningsuiting. Want meneer Kuiper die is door Sovon ontslagen omdat hij gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrije meningsuiting. En dat blijkt alleen al wel uit de volgordelijkheid van de gebeurtenissen. Kuiper die moest van Sovon zijn mond houden over de coronavaccinaties, maar daar kon hij zich niet goed bij neerleggen. En de vrijheid van meningsuiting is een beschermd goed en daarom moet dit ontslag vandaag van tafel. Nou begrijpen we dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland geen absoluut grondrecht is. Het kan ingeperkt worden, maar dat kan in beginsel alleen maar door de formele wetgeving. Dat staat in artikel 10 lid 2 van het EVRM. En ik maak even een uitstapje naar een uitspraak van de voorzieningrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Die eis heel onlangs nog eens heeft samengevat in de zaak van de boer in Baarn die de Nederlandse vlaggen ondersteboven langs de A1 op zijn land had gelegd. Daar zegt hij, de voorzieningrechter oordeelt dan ook dat het provinciale vlaggenverbod, voor zover dat betrekking heeft op het uiten van een mening, onrechtmatig is vanwege strijd met artikel 7, derde lid van de grondwet. Een dergelijk verbod mag alleen worden gegeven door de wetgever in formele zin of door provinciale staten als zij in medebewind een bevoegdheid uitoefenen die zij van die wetgever in formele zin hebben gekregen. Het verbod mag niet worden gegeven in een provinciale verordening binnen de uitgenomen verordenende bevoegdheid van provinciale staten zoals hier is gebeurd. Nou richt artikel 10 EWRM zich tot verdragssluitende staten en niet tot private partijen, maar toch is duidelijk, en onder meer door het herbouwarrest, dat ook de verhouding tussen burgers onderling wordt genormeerd door dat 10 EWRM. En de vraag is vervolgens hoe dan om te gaan met het vereiste dat die inperking van het recht op vrije meningsuiting moet zijn voorzien bij wet. Want Herbouw die zegt niet dat dat niet hoeft. Want in Herbouw was die inperking voorzien bij wet. Dat volgt uit punt 19 van dat herbouwarrest. Daar wordt verwezen naar artikel 8, paragraaf 3 van de Hongaarse arbeidswet. En daar staat, the employee may not exercise his or her right to freedom of expression by gravely infringing or jeopardizing the employer's reputation and justified business and organizational interests. Dus dat betekent dat in dat herbouwarrest, dat hier heel veel wordt aangehaald in de landen, dat die inperking van de vrijheid van meningsuiting, dat die was voorzien bij wet. En dat betekent dat het ERM vervolgens dus verder kon en met de invulling is gekomen van hoe daarmee om te gaan in een private rechtsbetrekking tussen burgers onderling.
En dat is hier niet het geval. Want de kantonrechter die leest die inperking in artikel 766 BW. Maar dat is, daar staat wel wat anders dan dat artikel 8, paragraaf 3 van die Hongaarse arbeidswet. 67 die gaat niet over het inperken van grondrechten. En zeker niet die van vrije meningsuiting. Wat eigenlijk alleen al blijkt uit het feit dat 766 stamt uit een tijd ver voordat we überhaupt een EVRM hadden. En ook geeft 766 niet de gedelegeerde bevoegdheid aan de werkgever om dat grondrecht in te perken. Ik maakte daarnet even dat uitstapje naar het bestuursrecht, waarbij dus wordt gezegd dat een provincie dat niet heeft. Nou, als een provincie dat niet heeft, dan heeft een werkgever dat al helemaal niet. De kantonrechter die heeft dat dus verkeerd gezien, naar mijn bescheiden mening. En Sovon zegt wel dat de kantonrechter iets anders heeft bedoeld, maar dat staat in het verweerschrift. Maar ja, als ik lees wat er staat in artikel 4.4 van de beschikking, dan staat dat er wel degelijk. Dat met een beroep op 766, dat daar de wettelijke grondslag voor het inperken van de vrijheid van meningsuiting wordt ingelezen. Nou, verder is in deze zaak een discussie ontsponnen over hoe de criteria van het herbouwarrest toegepast moeten worden. Maar los van wat ik daar dus net over zei, is er nog een andere reden de vraag of we daar wel aan toe komen. Want die Herbar die was een HR-manager bij een bank en die had twee publicaties op internet gezet die de commerciële belangen van die bank raakten. Althans, dat vond de bank. Ik heb die publicaties gelezen, ik begrijp niet waarom, maar goed, dat vond de bank. En dat is dus waar Herbar over gaat. Hoe ver gaat het recht op vrije meningsuiting van een werknemer als die botst met de commerciële belangen van de werkgever? En dat kun je dus hier niet analoog toepassen, omdat Sovon in deze helemaal geen commerciële belangen heeft. Het is een scholengemeenschap, geen bedrijf. Sovon die heeft haar belang tot aan het verweerschrift eigenlijk steeds beschreven als het belang van bij het voeren van een neutraal beleid ten aanzien van de coronavaccinaties. Daar stel ik dan tegenover dat een scholengemeenschap niet gaat over de coronavaccinaties en eigenlijk geen taak heeft om daarover beleid te voeren. Dat zou misschien een andere discussie zijn geweest als Kuiper had gewerkt bij de GGD of de RIVM of het ministerie van Volksgezondheid. Maar dit is niet zo, het is een school. In het verweerschrift komt daar nu een andere formulering bij van Sovon van haar belang. Die zegt van ja, wel nog een ander belang. Namelijk dat we wilden voorkomen dat polarisatie binnen de scholen gehaald zou worden. En er wordt eigenlijk al meteen een verdere slag naar gemaakt door te zeggen van ja, er was geen polarisatie. We mogen dat ook doen als we daar benauwd voor waren. Dat er zoiets zou komen als polarisatie. Maar ik denk dat we daar iets anders tegenover moeten stellen. Namelijk dat, om te beginnen met het begrip polarisatie. Polarisatie is een woord dat wordt gebruikt als pendant van eensgezindheid. En eensgezindheid is dan is goed, want dat is harmonieus. En polarisatie is tweespalt en oneenigheid. En dat zou dan dus automatisch slecht zijn. Maar als dat dan de redenering is die daaraan ten grondslag ligt, dan richt die redenering zich juist tegen de essentie van het onderliggende belang van de vrijheid van meningsuiting. Want dat is namelijk iets dat kan en mag leiden tot polarisatie. Dat is het hele idee van de vrijheid van meningsuiting. Je reikt een afwijkend standpunt aan, een afwijkend idee aan. En vervolgens kunnen mensen daar wat van vinden of niet, of daarin meegaan of niet. En als je niet alternatieven kunt aandragen, dan valt er ook niks te kiezen. En dan kan een democratische rechtsstaat ook niet functioneren. Dat is natuurlijk ook een van de eisen die wordt gesteld aan artikel 10 EVRM. Het moet passen binnen een democratische rechtsstaat. En op het moment dat je zegt van wij zijn per definitie, willen wij niks te maken hebben met de polarisatie van mensen die tegenover elkaar staan in ideeën en daarover discussiëren, dan is dat dan echt een hele elementaire streep door de vrijheid van meningsuiting. Bovendien is dat verhaal van het bestuur van Sovon over polarisatie niet geloofwaardig. Er is niet gebleken dat het adressaat van dat pamflet, dat zijn gymnasiumleraren, dat hij niet kon omgaan met de mening die Kuiper heeft aangedragen.
Dus ook niet gebleken dat er sprake was van een onaanvaardbare vorm van tweespalt in de lerarenkamer, waar dat pamflet dan olie op het vuur zou zijn of zoiets dergelijks. Het voorkomen van polarisatie is ook geen kernwaarde van een gymnasium. Ik zou eerder zeggen dat discussie een kernwaarde is van een gymnasium. Los daarvan, als iemand een mening verkondigt die je niet aanstaat, dan kun je die ook gewoon naast je neerleggen. En in het geval van een pamflet op de koffietafel, zoals hier, kun je dat zelfs letterlijk doen. Kuiper die heeft daarmee geen grens overschreden en dat heeft hij bewust niet gedaan, want dat wilde hij niet. Ook als de criteria van Herbar hier wel zouden moeten worden toegepast, en ze daar wel aan toekomen, als we die voorgaande hordes als genomen beschouwen, dan moet uit die belangenafweging volgen dat sprake is van een ontoelaatbare inmenging in de vrijheid van meningsuiting. Hij ziet daarvoor uitgebreid wat ik daarover in het beroepschrift heb geschreven. Maar met name noem ik hier nogmaals de zwaarte van de sanctie, het ontslag. Een ontslag versus een pamflet op de koffietafel. Ik heb daarover mevrouw Ruijzenveld gevonden die in een nood onder een recente arrest van de Hoge Raad over vrijheid van meningsuiting het volgende over zegt. Het ERM beschouwt ontslag als een van de zwaarste sancties op de uiting van de werknemer. Daarom moet ook onderzocht worden of ontslag een chilling effect kan hebben op andere werknemers die daardoor huiverig kunnen worden zelf hun mening te uiten. En ik denk dat hier zeker een chilling effect van is uitgegaan. En ik denk ook dat ik dat kan aantonen door de producties die zijn nagezonden, producties 12 tot en met 14, waar een zekere verontwaardiging uitspreekt over het feit dat meneer Kuiper is ontslagen vanwege dat pamflet dat hij in de koffietafel had neergelegd. Dus een van de leraren die wilde zelfs anoniem blijven. Dus dat geeft wel aan dat, dat er een zekere mate van angst is om uit te komen voor wat voor je mening. Omdat men vervolgens ziet dat dan tot je ontslag zou kunnen leiden. Dan nog over de verstoring van de arbeidsrelatie. In het verweerschrift klinkt de stelling dat de arbeidsverhouding al verstoord was voordat Kuiper zijn pamflet op de koffietafel had gelegd. Maar dat was niet zo. Er liep een functioneringstraject op de Bergerscholengemeenschap. Althans, dat was een functioneringstraject dat was gestart en er gebeurde verder niks mee. Dat was in feite doodgebloed. Dat ging ook over iets totaal anders als waar we het hier wat uiteindelijk heeft geleid tot het ontslag, tot de schorsing, tot de waarschuwing. Dat ging echt over zijn functioneren. Dus over spullen die meteen in de wasmachine gezet moeten worden. Mijn cliënt is technisch onderwijsassistent, dus dan met natuurkunde, scheikunde, dat je met die erlenheimers en dingen. Dat moet weer schoongemaakt worden. En de leidinggevende vond meteen. Dat was waar dat over ging, die discussies daarover. Dus het is in zekere zin een beetje flauw dat nu hier daarbij wordt gehaald om een verstoring van een arbeidsrelatie aan te tonen. Ook omdat het eigenlijk wel duidelijk is dat natuurlijk dat het hele verhaal ook onvoldoende is om echt ontslag te gaan baseren op functioneren. Wat ook niet is aangevoerd, hè, dat een ontslaggrond zou moeten zijn die hier speelt. Op het Mermelius was eigenlijk verder niks aan de hand. Los van het feit dat het bestuur van zoveel moeite had met de meningsuitingen door Kuiper. Hij droeg t-shirts waarbij hij gevraagd werd om die niet meer te dragen. Nou, heeft hij vervolgens niet meer gedaan en heeft hij een formeel verzoek ingediend van mag ik die t-shirts aan? Dat is volgens mij hoe het hoort als je het er niet mee eens bent. Ik denk als je de regels op die manier netjes volgt, dat je dan niet verweten kan worden dat er sprake is van een verstoring van een arbeidsverhouding, als je het gewoon netjes vraagt. Daarnaast was Kuiper gewoon een gewaardeerde collega, zie je dan ook weer die steunbetuigingen. Kuiper was een gewaardeerde kracht binnen beide scholen. Misschien vond niet iedereen hem even leuk en ook vast niet iedereen zal hebben zitten te wachten op zijn mening over bijvoorbeeld de vaccinaties. Heel veel mensen geloofden in der tijd
dat de vaccinaties de manier vormden om uit de lockdowns te komen en dat de overbrenging van de ziekte door de vaccinaties gestopt kon worden. En er waren ook slogans: als je het niet voor jezelf deed, dan deed je het voor een ander. En Kuiper was zich bewust van die gevoeligheid en ging dus niet zomaar zijn mening aan collega's verkondigen. Hij koos een subtiele manier en dat was dat briefje op die koffietafel. Dus kortom, er is geen verstoorde arbeidsverhouding met de collega's op de werkvloer en dat is dus ook niet aangetoond door de wederpartij. Daar wordt wel gezegd dat er een verstoorde arbeidsverhouding is die zich bovenschools afspeelt. En daarmee wordt, zoals ik het begrijp, wordt bedoeld met het bestuur van Sovon. Nou, in de praktijk heeft Kuiper niet zo heel veel te maken met dat bestuur. Dat staat eigenlijk ver van de werkvloer af. Kuiper en andere leraren die kunnen hun werk doen zonder dat bestuur tegen te komen. En daar komt bij dat Kuiper eigenlijk niets liever wil dan dit probleem met hen uitpraten. Dat is eigenlijk het enige wat hij steeds heeft geprobeerd in gesprek te komen met ze. Als dat dan toch heeft geleid tot een verstoorde arbeidsverhouding met dat bestuur, dan kan dat Kuiper niet worden verweten. Het lijkt erop dat het bestuur van Sovon gewoon genoeg kreeg van Kuiper. Ze wilden niet meer horen. En zoals hiervoor is uiteengezet, is dat dus niet gerechtvaardigd. Het bestuur had ook moeten zeggen, kunnen zeggen, blijven zeggen: dankjewel voor je mening. Wij doen de dingen zoals wij ze doen en een fijne dag verder. En daarnaast is er ook verder niks ondernomen om de verstandhoudingen te normaliseren, terwijl Kuiper dat wel heeft aangeboden, onder andere in de vorm van mediation. En is hij nog steeds toe bereid om dat te doen. Ik heb in mijn pleitnoten eigenlijk geen aandacht besteed aan het beroep op de klokkenluidersbescherming. De reden daarvoor is dat ik vind dat netjes is uiteengezet in het beroepschrift. En ik had niet meteen iets uit het verweerschrift dat ik hier dan weer over. Dat ik daar nodig vond om daar heel veel tijd aan te besteden. Maar ik denk dat het wel degelijk meespeelt. Mijn cliënt vond dat er sprake was van een misstand. Hij heeft dat willen aankaarten. Dat heeft hij gewoon ook gedaan volgens de procedure die daarvoor staat. Dus hij is bij het bestuur en dan intern niet naar buiten gegaan of zoiets dergelijks. Die er nou gelijk aan had of niet. Waarschijnlijk nooit weten, maar hij meende dat er sprake was van een misstand. En dat vond hij op goede gronden. Tenminste, vond hij dat hij dat op goede gronden meende. Hij had daar onderzoek naar gedaan. En gezien dat sommige van die vaccinaties wel eens verkeerd zouden kunnen vallen. En dat is eigenlijk alles wat hij graag aan de kaak wilde stellen binnen het bestuur. Even op de tijd letten, hè? Want u hebt nog, volgens mij, nog wel anderhalf kantje om voor te dragen, als ik het zo... Eén kantje nog. Hoeveel tijd heb ik nog? Ja. Ja. Nee, ik ben er... Ik zit een heel verhaal te vertellen over iets dat ik niet wilde gaan vertellen. Het zou zonde zijn dat u bepaalde onderwerpen die u ook nog had willen voordragen, dat u die vanwege tijdgebrek dan niet meer aan toe komt. Ja, dat zou zeker zo willen. Deze opmerking. Ja, dank u wel. Over de billijke vergoeding. Kuiper, die is per 1 oktober 2022 ontslagen en heeft daarna verschillende betrekkingen gehad, maar die passen allemaal in de vrije ruimte die hij had. Hij werkte maar 21 uur bij Sovon. Sovon werpt de vraag op hoe lang die arbeidsovereenkomst nog zou hebben geduurd zonder dat Sovon Kuiper ontslagen zou hebben vanwege dat pamflet. En dan zegt Sovon dat sowieso niet lang zou zijn geweest. Maar ja, daarbij wordt dan wel vergeten dat Kuiper er al 12 jaar werkte en dat je niet wezenlijk iets anders was in zijn functioneren dan voorheen. Dus voor zover Sovon bedoelt dat Kuiper vanwege functioneringsredenen toch wel binnenkort ontslagen zou worden, dan is er niet iets waar dat uit blijkt. En op de Berger scholengemeenschap is dat functioneringstraject niet voor niks stelletjes uitgedoofd. Er was eigenlijk niks aan de hand. De andere woorden, Kuiper had er nog heel lang kunnen werken. Mogelijk wel zoals tot zijn pensioen. En dat was hij ook van plan. En zie daarover wat hij daar zelf heeft verklaard. Productie 3 bij het verweerschrift en eerste aanleg. Wordt er nog iets gezegd over de datum van het herstel van de dienstbetrekking? Er wordt verzocht om dat niet in het verleden te stellen. Omdat Kuiper zich niet bereid en beschikbaar heeft gehouden voor het verrichten van zijn werkzaamheden. En dat is volgens mij terminologie die hoort bij een nietig ontslag en een loonvordering. En dit is eigenlijk iets anders. Kuiper hoeft zich niet bereid en beschikbaar te houden om zijn werkzaamheden te verrichten. En dat zou ook wat zijn, want Kuiper moet nu eenmaal kijken hoe hij in zijn eigen inkomen kan voorzien. Daarom staat er eigenlijk niets aan in de weg om de arbeidsovereenkomst te herstellen per de datum van de
ontbinding en over de verschuldigheid van het loon over de tussenliggende periode. Zullen partijen het in onderling overleg wel eens worden? Verrekening met de uitkering is immers wettelijk geregeld. Dan wordt ook nog gezegd van als er dan wordt hersteld, dan moet Kuiper de transitievergoeding terugbetalen. En ik heb erover nagedacht waarom dan eigenlijk. Want ja, de arbeidsovereenkomst is ontbonden, die wordt weer hersteld. En dat is dus een situatie dat er tussentijds is afgerekend over de transitievergoeding. En dat is een situatie die nog het best lijkt op de situatie van 7673 lid 5 onder ABWI. Waarin is geregeld dat een reeds betaalde transitievergoeding voor een voortgezette arbeidsovereenkomst wordt afgetrokken van de transitievergoeding. Als die dan op een later tijdstip nog betaald zou moeten worden. Dus dat hoeft volgens mij niet. Kuiper die volhardt in zijn verzoeken en verweren. Dank u wel. Dan kijk ik mevrouw Dijkstra aan. Heeft u ook een pleitnota? Nee, ik heb geen pleitnota. Okay. Want ik had natuurlijk al heel veel geschreven, dus ik zal even onderling reageren. Ja. Wilt u wel in de microfoon praten? Ja. Ik heb geen pleitnota, want ik had al heel veel geschreven. Ja. Maar ik zal even puntsgewijs reageren op wat in de pleitnota van meester Van Dis is voorgedragen. En dan begin ik eerst even met een algemene inleiding. Dat hebt u natuurlijk ook al kunnen lezen. Er is verzocht om het ontslag of om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de heer Kuiper, omdat hij niet stuurbaar en niet leerbaar is en zich niet houdt aan instructies. En daardoor is de arbeidsrelatie met zijn werkgever verstoord. En dat heeft zich geuit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in het reïntegratietraject bij ziekte. Dat is ook zichtbaar in het verbetertraject. Er wordt steeds gedaan alsof dat verbetertraject alleen maar ging over de afwas. Dat ging niet alleen maar over de afwas. Dat ging bijvoorbeeld ook over het openstaan voor feedback. Aan het zich houden aan de uitleg van de docenten. Bij de instructie die hij geeft aan leerlingen en er geen eigen draai aan geven, aan het op tijd zijn, al dat soort dingen. En een van de zaken die in de loop van de pandemie is tussen partijen in is komen te staan, is hoe nou om te gaan met de verstrekking van informatie over de risico's van coronavaccins. En daar wordt nu heel veel nadruk op gelegd, maar dit is één aspect in een geheel. En ik heb ook stukken overgelegd nog na het indienen van het verzoekschrift, waaruit blijkt dat dit ook al zaken zijn die in, ik zeg uit mijn hoofd, 2015 bij het Memelië speelden. Concentreer je nou op de werkzaamheden. Doe nou geen dingen die je niet hoeft te doen. Je hoeft niet te oefenen met de evacuatiestoel. Je moet gewoon doen waar je voor aangesteld bent. Dus ik heb ook al eens aangegeven, het gaat om taakopvatting, rolbesef. Maar goed, het wordt nu heel erg uitvergroot dat het zou gaan over wat meneer Kuiper vindt van de risico's van coronavaccins. Dat is niet zo. In de kern ging het erom, eigenlijk precies zoals de heer Van Dis zegt, dat de scholen, die moesten van alles ten aanzien van afstand houden, mondkapjes en schermen, maar met de vaccins, daar hoefden ze niets van te vinden. De SOVAN voerde een neutraal beleid daarin. Dat betekent juist dat iedereen daar volkomen vrij in was. Dat daar vanuit SOVAN, dus vanuit het bestuur, vanuit de werkgever, geen informatie over verstrekt werd. Ook niet informatie van de GGD. Ook geen informatie vanuit de overheid. Gewoon helemaal niets. Want er was heel veel informatie. U kunt het zich wellicht nog herinneren. TV, social media, de kranten. Er was van alles aan informatie. Er was helemaal geen gebrek aan informatie. Er was meer dan genoeg. Alleen SOVAN zag het niet als haar taak vanuit het schoolbestuur SOVAN om die informatie te verspreiden. En de heer Kuiper bleef erop aandringen dat SOVAN dat wel zou doen. En dat fundamentele verschil van inzicht over hoe je omgaat met die informatie heeft inderdaad geleid tot de verstoring van de arbeidsrelatie. Dus iedere keer dat de heer Van Dis deze zaak terugbrengt tot een pamflet in de lerarenkamer, heeft hij geen oog voor alles
voor het bredere, de bredere context die ik net schets, maar ook voor alles wat al vooraf gegaan is aan dat pamflet. Bijvoorbeeld die eerste mail aan de heer in februari, waarin meneer Kuiper zegt, ik ken een manier waarop de scholen weer open kunnen, zullen we de wet overtreden? Nee, dat gaan we niet doen. En nou ja, dan u hebt al die stukken gezien, dus ik ga dat niet herhalen. Dat heb ik in het verweerschrift ook gedaan. Maar u ziet dat het een continu terugkomen is op, ik wil dat jullie vanuit school die informatie verspreiden. En daarvan heeft Sovon gezegd, dat gaan wij niet doen. Wij willen die informatie niet verspreiden, want we hebben daar geen rol in. En dat is dan de vervolgstap, de heer Kuiper, u hebt daar ook geen rol in. En de heer Kuiper vindt dat zelf ook. Dat blijkt ook uit stukken. Dat schrijft, dat zegt hij in gesprekken, ik heb daar geen rol in, maar ik vind dat jullie dat wel hebben. En de heer, u hebt een verantwoordelijkheid, dus u zou dat moeten doen. En hij blijft daar maar op aandringen en hij zoekt daar ook een grens in op. En die grens overschreed hij op het moment dat hij toch een brief, dat pamflet, in de lerarenkamer legde. En vervolgens toen hij geschorst werd, buiten de school, weliswaar, hè, op de stoep, maar echt naast de school. Ik fietste 's ochtends langs, dus ik heb het gewoon gezien. Naast de school aan de leerlingen brieven stond uit te delen. Goed, dan zal ik dit even voor wat betreft de algemene inleiding. Met betrekking tot de toetsing van de vrijheid van meningsuiting heb ik nog van alles opgeschreven in het verweerschrift. En daar verwijs ik verder naar. Ik heb ook aangegeven dat volgens mij het enkele feit dat je van mening verschilt niet meteen betekent, dat je van mening verschilt over beleid niet meteen betekent dat er een inmenging is in je vrijheid van meningsuiting. En voor zover dat hier wel zo is, omdat het gaat over het verspreiden van informatie, de instructie van Sovon een redelijke instructie was. Namelijk, wij willen niet dat je dat doet, want er is voldoende informatie in de omgeving en in de maatschappij beschikbaar. Wij willen niet ook nog eens op school die uitwisseling van informatie faciliteren en daarmee die polarisatie de school de scholen binnenbrengen. Dat is dan ook gelijk het belang van Sovon. Dat heeft hij ook verteld bij de kantonrechter. Er waren heel veel mensen voor de maatregelen. Er waren heel veel mensen tegen de maatregelen. De scholen hebben er ontzettend veel werk aan gehad om überhaupt de maatregelen die ze moesten toepassen, om die goed uit te kunnen voeren. Er was geen enkele behoefte om dan ook nog eens discussie te krijgen over het al dan niet vaccineren. Ik zit even te kijken. Volgens mij heb ik in mijn voorwoord al voor een groot deel gereageerd. Ik heb ook aangegeven dat het niet alleen ging over dat pamflet. Ik heb al aangegeven dat het verbeterd traject niet alleen ging over de afwasmachine. Voor wat betreft die steunbetuigingen. Ja, natuurlijk is het heel fijn voor meneer Kuiper dat hij een gewaardeerde collega is. Maar ten eerste zijn steunbetuigingen van mensen die niet met hem hoeven samen te werken. En ten tweede zijn steunbetuigingen die zijn gebaseerd op de veronderstelling dat er is verzocht om ontslag vanwege zijn meningsuitingen. En dat is niet zo. Dat heb ik net uitgelegd. En dan wordt er betwist dat er sprake is van de verstoring van de arbeidsrelatie. Die verstoring van de arbeidsrelatie is er omdat, ondanks dat het hem steeds wordt uitgelegd en dat er gesprekken met hem gevoerd zijn, dat er gezegd wordt, nee, wij zien voor ons geen taak om die informatie te verspreiden, er iedere keer op teruggekomen wordt. Dus dank je wel voor je mening. Dat is juist niet genoeg. Ja, als voorbeeld is bijvoorbeeld ook die appwisseling met de rector van Mermelius. Die zegt, Raoul, stop hiermee. Ik vind het heel vervelend. Ik ken die mensen. En vervolgens stopt meneer Kuiper niet, maar stuurt hij ook nog eens een filmpje naar, dat is de rector van Mermelius, die dan volgens in de mail zegt, je gaat echt over mijn grens heen. Je blijft maar doorgaan. Je moet hiermee stoppen, want ik vind het echt heel vervelend.
Voor wat betreft de billijke vergoeding hoor ik nu dat meneer Kuiper na zijn ontslag verschillende betrekkingen heeft gehad. Dus hij heeft een goede positie op de arbeidsmarkt blijkbaar. En ik vind dat wel relevant. Ik vind het niet relevant dat het in zijn vrije ruimte was. Want hij heeft dus kennelijk 3 dagen in zijn onderhoud kunnen voorzien. En voor wat betreft de datum hersteldienstbetrekking handhaaf ik wat ik in het verweerschrift heb gezet. Voor zover u daar aan toe komt. Zeker omdat meneer Kuiper ook ander inkomen heeft gehad. En ja, mocht u herstellen, dan moet u de transitievergoeding terugbetalen. Er is geen enkele reden om dat tussentijds te hebben afgerekend. Want er kan in de toekomst dan ook sprake zijn van een beëindiging waarbij meneer Kuiper geen rechten hebben op een transitievergoeding. Überhaupt niet. Volgens mij heb ik hiermee wel de meeste punten weersproken. Ja. Dank u wel. Goed, ik zei het al. Vragen van onze zijde. Ik begin daarmee. Mijn collega's zullen mij ongetwijfeld aanvullen. Daar waar zij vinden dat dat aan de orde is. Ik begin maar even bij... bij meneer Kuiper. Meneer Kuiper, u zegt op een gegeven moment... Ik pak het even erbij. Het staat in het verweerschrift. Op pagina 6. Het is geciteerd. Een vertrouwelijke mail van 9 februari van meneer Kuiper aan de bestuurder, waarin Kuiper zijn visie op de coronapandemie en op het coronavaccin deelt en aangeeft: u zult begrijpen dat het voortbestaan van mijn aanstelling, van mijn werkplek, waar ik 12 jaar met veel plezier gewerkt heb, enigszins ondergeschikt is aan mijn taak als mens en als burger om mij in deze strijd te mengen. Als ik dat zo lees, dan lijkt het erop dat u zegt: ik vind die strijd waar u het over hebt, om tegen zeg maar de maatregelen van de overheid, het coronavaccin, et cetera, dat u die strijd die u daartegen voert, dat u die veel belangrijker vindt dan, nou ja, uw aanstelling op die school, hè, uw baan. Dat klopt toch? Dat lees ik hier goed in. We hebben het over de vertrouwelijke mail van 9 februari. Ja, ik heb hem gevonden. 2020, productie 14, ja. Ik heb hem gevonden. Maar ik wil alleen even weten of dat klopt. U mag straks op een vraag die ik ga stellen, mag u antwoord geven. Maar dit klopt, zoals ik net dat heb opgevat. Ik zou willen zeggen, niet tegen vaccinatie, maar voor eerlijke informatie over de effecten van vaccinatie. Ja, dat wordt gemonitord of er problemen optreden. En die informatie zou eerlijk en open moeten zijn. Er zou iedereen toegang toe moeten hebben. En er zouden evenwichtige afwegingen gemaakt moeten worden. En dat gebeurde allemaal niet. En op de scholen waren de docenten erg aan het pushen dat de leerlingen vaccins namen. Dus het beleid was helemaal niet neutraal. Er was een enorme sfeer van: je moet een vaccin halen en anders willen we je niet in de klas hebben. Ja, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Oh, mijn vraag is, ik herhaal hem nog een keer, die strijd die u voerde. Hè, u ziet dat als, nee, ik vertaal het even in eigen woorden, u ziet dat als onrecht. Hè? En de strijd gaat over openheid van informatie over vaccins. Wat het ook is, mag u zelf invullen. Ja? Maar het gaat allemaal over corona en vaccins en maatregelen van de overheid, et cetera, et cetera. Ik laat even in het midden wat het precies is, maar daar gaat het over. Inderdaad, die strijd. Mm-hmm. Die vindt u belangrijker dan uw baan. Dat leid ik uit deze citaat af. Klopt dat? Dat is correct. Oké, dat was even mijn vraag. Dat klopt. Dan wil ik u vragen om, want dan ga ik naar de zitting in eerste aanleg. Daar bent u ook bij de rechter verschenen. Daar lijkt het erop dat u er iets anders over denkt. Want dan zegt u, en u heeft daar een verklaring afgelegd, die staat in het proces verbaal. U zegt: het maakt geen onderdeel uit van mijn dagelijkse werkzaamheden. Het is geen belemmering. Ik heb negatieve kwalificaties
over de overheid. Het gezagstrouwe beleid ziet op het gezag van de overheid. Als de directie niet om wil, dan moet ik dat accepteren. Ik ben geschokt dat ik een berisping heb gekregen voor het melden van een misstand. En dan zegt u... ja, het is op pagina 6, halverwege. Daar staat de verklaring opgetekend. Dat verslag is niet denderend. Wat zegt u? Dat verslag is niet denderend. Dat, wat doet u daarmee? Nou, ik had geen pleitnota. En als ik dan terugkijk hoe volgens door de griffier wat ik gezegd heb is opgeschreven, dan denk ik dat heb ik vast niet zo gezegd. Dus dat bedoel ik met niet denderend. Maar heeft u richting de kantonrechter en de griffier een opmerking daarover gemaakt in de vorm van een brief van dit klopt niet, dat nee, klopt. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft u niet gedaan. Nee, met niet denderen bedoel ik ook niet dat er dingen staan die... Okay. Nee, maar, ja. Wij moeten het hiermee doen, ja. Meneer Van Wist, dat zult u begrijpen. Even kijken, dan zegt u ook ergens dat u niet aan een dood paard wil trekken. Dat staat ook ergens, ik neem aan dat dat ook een opmerking van u is geweest, hè? In de context van, nou ja, goed, weet je, het haalt op. Als ze niet willen luisteren, dan haalt het op. Mijn vraag aan u is, hoe is dit nou, deze opstelling die u bij de rechter hebt getoond, te rijmen met dat citaat waarin u gewoon heel duidelijk zegt, weet u wat, die strijd vind ik veel belangrijker dan mijn baan. Eigenlijk zegt u daarmee, dat maak ik er zelf van, maar het is een vraag van mijn kant. Eigenlijk zegt u daarmee, weet u, ook als ik mijn baan verlies vanwege het voeren van die strijd, dan is dat zo. Begrijpt u wat de vraag is? Ja. Enerzijds zegt u, nou ja, als de school niet wil luisteren en niet om wil en voet bij stuk houdt en niet naar mij, naar mijn visie, naar mijn standpunt wil luisteren, ja, dan is dat zo. Dan wil ik niet aan een dood paard trekken. Maar anderzijds, in die mail, ja, zegt u eigenlijk, ik offer mijn baan ervoor op. Nou ja, hoe is dat nou? Ik moet zeggen, het is een beetje opportunistisch van mij. Want ik heb dus geprobeerd langs de Koninklijke Weg de leerlingen te beschermen tegen vaccins met bijwerkingen waarover ze niet geïnformeerd zijn door de GGD. En op 8 februari is mij ontslag aangezegd. Dus de baan was toen eigenlijk al reddeloos verloren. Het enige was dat er nog een rechtszaak over zou volgen. En ik dus met het informeren van de leerlingen mijn rechtszaak zou verzwakken. Dus zo moet u deze zin zien. Zolang ik in dienst was, heb ik geprobeerd mij trouw aan het gezag op te stellen. En coöperatief en meedenkend. En toen men mij meedeelde dat het voorbij was en dat men naar de rechter zou stappen als ik niet een vaststellingsovereenkomst tekende. Toen heb ik gezegd van nou, dan als we er zo voor staan, dan ga ik voor de school staan en de leerlingen alsnog die informatie geven waar ze recht op hebben, als tegenwicht voor wat de docenten anderhalf jaar lang in de klasse hebben gezegd. Maar goed, voordat het voor u duidelijk werd dat de school uw arbeidsovereenkomst wilde laten ontbinden, om simpel te zeggen ontslag te geven, of in ieder geval dat u ontslagen zou worden voor dat moment, bent u door de school herhaaldelijk gewaarschuwd in de zin van hou hiermee op. Nou, ik zou het iets willen nuanceren. Ik wil nog een vraag stellen. Ik ben nog niet zover. Is u dat toch wel een aantal keren duidelijk gemaakt? Mijn vraag is, waarom, even los van vrijheid van meningsuiting, daar heb ik nog helemaal geen oordeel over. En misschien kom ik daar ook nog straks over te spreken. Even los van die vraag, of u nou in uw recht stond of niet. Uw advocaat heeft betoogd van wel, maar los daarvan. Puur even focussen op wat u deed en waar de school niet blij mee was. U had ook kunnen denken, nou ja, weet je, ik heb het nu al een paar keer erop gewezen. En wellicht is het toch goed om hiermee te stoppen, want mogelijk zet ik mijn baan op het spel. Heeft u überhaupt
daarbij stilgestaan, bij die gedachten? Ja, zeker. Wanneer was dat dan? Ik heb me heel erg gedijst gehouden en ik was politiek gewoon een beetje naïef. Ik heb dus 19 september 2021 een brief gegeven aan de directieleden van... joh, laten we nou folders van twee kanten uitdelen, van de GGD en van het artsencollectief. Daar stond men niet voor open. Toen heb ik nog een mail gestuurd. Toen kreeg ik een berisping. Terwijl ik gewoon aan het meedenken was. En daar was ik zo verontwaardigd over, dat ik gebruik heb gemaakt van alle mogelijkheden in de CAO. Hè. Dus ik kreeg een conceptberisping. Daar stond onder, u kunt uw zienswijze op deze conceptberisping geven. Mm. En ik was er erg verontwaardigd over. Dus ik heb daar gebruik van gemaakt. Niet omdat ik alsmaar door wilde drammen, maar omdat ik het gewoon niet eens was met het feit dat men berispt wegens meedenken. Mm-hmm. En natuurlijk heb ik als motivatie voor mijn handelingen weer dan ook de vaccininformatie erbij gehaald, wat op de werkgever is overgekomen als doordrammen en eindloze herhaling. Maar die hebben ze zelf over zich afgeroepen door mij te berispen. Want ze hadden ook gewoon kunnen zeggen van nou, bedankt voor het meedenken. We gaan er niet in mee en we willen dat je vanaf nu je mond houdt. He, dat hadden ze ook kunnen doen. Maar ze hebben niet alleen dat gedaan, ze hebben ook nog gezegd, we berispen je. Je hebt je schuldig gemaakt aan plichtsverzuim door ons dit voorstel te doen. En dat was bij mij een verkeerde keelgat geschoten. Maar goed, u zegt, ik heb naar de CAO gekeken. Ik heb alleen maar gebruik gemaakt van mijn rechten. Nou, de werkgever deed dat. Even mij laten uitpraten, want ik wil naar een vraag toe. Ja. U zegt, ik heb gebruik gemaakt van mijn rechten en ik heb in de CAO heb ik dat recht om daartegen in te gaan. Dat heb ik gedaan. Dat begrijp ik zeker tot op zekere hoogte als u zegt van, ik heb gereageerd op dit of dat en ik ben het daar niet mee eens en ik heb daar een brief over geschreven. Prima, niks mis mee, denk ik dan. Maar op een gegeven moment treedt u ermee naar buiten. Dan gaat u pamfletten uitdelen, dan gaat u een briefje op de koffietafel leggen, zodat andere docenten dat allemaal kunnen lezen. Hè, dan is het niet meer alleen, ik communiceer met de directie. Ik maak bezwaar tegen dit en dat. U treedt ermee meer naar buiten. Leerlingen weten het, docenten weten het. Waarom doet u dat? Toen was het duidelijk dat ik al 3 collega's had die blijvende immuunschade hadden van de vaccinaties. En ik weet van Amerikaanse artsen dat bij elke prik die problemen groter worden. Vooral vanaf de 4e prik. Dus ik wou de dialoog met mijn collega's opstarten voor hun eigen gezondheid. En dat had dus niets te maken met die folders van twee kanten aan alle leerlingen ter beschikking stellen. Ik bedoel, het zijn gewoon mijn collega's. Ik spreek ze elke dag. Ze vertellen dat ze weer een vaccin gaan halen. En ik weet dat dat heel slecht af kan lopen. Hè? In ongeveer 5% van de gevallen misschien. Dus ja, ik voel me dan toch verplicht om ze te tippen van, joh, heb je het wel goed doordacht? Ondanks dat de school u duidelijk had gemaakt, wij willen een neutraal beleid, want... Ja, maar dat doorkruist elkaar toch helemaal niet. Ik bedoel, richting leerlingen en ouders, dat snap ik, maar... U had ook, dat is dan de volgende vraag, u had ook, als u die boodschap duidelijk wilde maken naar de buitenwereld, u had ook 4-5 straten verderop kunnen gaan staan en daar pamfletten uitdelen in plaats van op de hoek van de school. Waarom heeft u daar niet voor gekozen? Nou, het zijn 2 verschillende dingen. Hè? Mijn collega's waren in de koffiekamer waar geen leerlingen mogen komen. Dus dat was gewoon collega's onderling. Dat was op 25 januari. Ja. Toen ben ik geschorst voor 5 dagen. Ja. Toen is dat verlengd naar 28 dagen. Ja. En tijdens die 28 dagen mocht ik een zienswijze geven over de 28 dagen schorsing. Ja. En tijdens dat gesprek helemaal aan het eind werd me meegedeeld dat ze erover nagedacht hadden, ik weet niet wie ze zijn, en dat ze besloten hadden om mij te ontslaan. En toen heb ik dat als definitief... ik heb er nog wat geprobeerd, maar dat bleek definitief. En ik denk, als we dan toch uit elkaar gaan, dan kan ik ook de leerlingen alsnog benaderen op de openbare weg. Ja, maar goed, in de rechtszaak heeft u zich anders opgesteld. Hè? Dan zegt u, ja, ik heb het net allemaal voorgelezen uit dat procesverbaal. Ik wil eigenlijk, dat zegt u nu nog steeds, ik wil eigenlijk terug naar de school.
Maar daar zit een school die zegt van niks ervan. Want wij kunnen niet meer met meneer Kuiper samenwerken op deze manier. Nou, wat mij betreft, kijkt u daar tegenaan? Nou, wat mij betreft is er een verschil in visie hoe dat neutrale beleid vormgegeven moet worden. Dat kan. En ik vind het uiterst vreemd om te zeggen dat als er een verschil van visie is, dat er dan een verstoorde arbeidsrelatie zou zijn. Ja, dat vindt u vreemd, maar de school ziet dat totaal anders. Nou, de school gaf als dreigement, vroeg of laat gaat dit een verstoorde arbeidsrelatie zijn. En ja, dat is lekker makkelijk om dat in je eentje te besluiten. Ja, lekker makkelijk. Ze hebben toch u meerdere brieven geschreven en uitgelegd, zoals bijvoorbeeld meneer. Die legt u toch uit, stop hiermee, ik wil dit niet. En vervolgens stuurt hij dat filmpje. Dan kunt u zeggen, wel lekker makkelijk. Maar kennelijk is dat voor hem heel vervelend. Begrijpt u dat? Ik denk dat het nog vervelender is voor dat meisje wat overleden is na vaccinatie. En haar ouders. En ja, dat is gewoon pijnlijk. Het is super pijnlijk. Dat vraagt echt niet. Dat begreep je, want daarna heb je ja, ik dacht misschien kan het de ouders troosten dat ze niet de enige zijn die dit overkomt. Ja. Er zijn heel veel ouders die hun kind verloren hebben na coronavaccinatie. Ja, ik snap ook dat het bij hem verkeerd viel. Dat was een dubbeltje op zijn kant. Het kan verkeerd vallen, het kan goed vallen. Dat wist ik niet van tevoren. Het viel verkeerd. Ik moet wel bij zeggen dat hij me een week tevoren nog op het hart drukte dat ik hem altijd alles kon sturen. Dus ik dacht wel dat hij tegen een stootje zou kunnen. Dus dat heb ik verkeerd ingeschat. Ja. Dan ga ik even naar dat briefje wat u op de koffietafel heeft gelegd. Ik pak het even erbij. Wat mij opvalt is dat u die brief, of het nou een citaat is van een ander, maar in ieder geval maakt u er een brief van en zet u gewoon uw naam eronder met een datum. MVG Raoul KPR tussen accolades 25-1-22. U zegt nu in de procedure, althans uw advocaat betoogt dat, ja, maar het is niet meer dan het verkondigen van een standpunt van een ander. En noemt die ander een goede vriend. Dat schrijft u ook in de eerste zin. Gestolen van een goed opgeleide vriend. Maar wie die vriend is en waar dat vandaan komt en wanneer dat is gezegd, dat blijkt niet uit de brief. Blijkt ook onvoldoende, ja, er zitten wel aanhalingstekens tussen de tweede zin en de laatste zin. Dus je zou zeggen, het is misschien een citaat, maar waar dat citaat dan vandaan komt, nogmaals, wie die vriend is en dergelijke, dat staat er niet. Ik denk dat als iedereen dit leest, maar het is een vraag van mijn kant en u mag er antwoord straks op geven. Ik denk dat als iedereen dit leest en die ziet met vriendelijke groet Raoul KPR, die denkt van, nou ja, Raoul KPR heeft een brief geschreven en dit is zijn boodschap en iedereen kan dit lezen, want hij legt het op de koffietafel. En nu zegt u, ja, maar als ik zo het standpunt begrijp, dan zegt u, ja, maar het is niet eigenlijk mijn boodschap. Tenminste, het is de boodschap van een vriend en die leg ik daar op tafel. Dat is een beetje de juridische het juridische standpunt wat u inneemt. Wat zegt u daarop? Nou ja, dat is een spitsvondigheid van mijn advocaat, maar ik sta wel achter de woorden. Spitsvondigheid van uw advocaat, zegt u dat? Ja, en ik sta gewoon best wel achter de woorden die verpleegkundige daar gesproken heeft. Anders had ik dat ook niet daar neergelegd. Het is natuurlijk niet door mij geschreven. Ik kan daar niet de credits voor nemen. Maar ik heb juist die brief uitgekozen omdat die zo mild was. En niet meteen met allemaal getallen en ellende kwam. Maar gewoon de dingen die iedereen al wist. En, ja, het was een manier om het weer bespreekbaar te maken. En ja, wat de overtreding betreft, ik kan me er best in vinden dat de werkgever zegt, richting leerlingen en richting ouders willen wij grip houden op wat er gebeurt. Die grip hadden ze niet, want de andere docenten waren helemaal geëscaleerd.
Maar ik kan begrijpen dat Sovon daar grip op wil houden. Maar wat je tegen collega's onderling zegt, ja, dat regelen we gewoon onderling. En dat ging allemaal in goede harmonie. En er was helemaal geen vrevel. Er was één incidentje in 2020 met het uitdelen van het blaadje Gezond Verstand. En dat is ook allemaal in goede harmonie gladgestreken. Dus er was echt helemaal niks aan de hand. En ik denk dat de werkgever gewoon niet het recht heeft om te bepalen wat je tegen je eigen collega's mag zeggen. En dat regel je in onderling overleg. Ik merk het als mensen geïrriteerd worden en dan hou ik op. Ik heb ook geen zin in ruzie op het werk. Maar je wil er wel over kunnen praten en dat deed iedereen ook. Oké, duidelijk. U zegt, er was eigenlijk niet veel aan de hand onder de collega's. En ja, ik heb gewoon hier die brief op tafel gelegd. En verder is er eigenlijk verder niet zoveel gebeurd eigenlijk onder de collega's. Zo begrijp ik dat. Nee, inderdaad. Ik heb van geen enkele collega een klacht gehoord. Ik wil dat even bij de school gaan vragen. Want nu kom ik dan bij u, meneer, denk ik. Ik wil maar misschien als mevrouw daar iets op kan aanvullen of het antwoord meer door u gegeven kan worden, dan hoor ik dat graag. Maar ik richt mij in eerste instantie tot de bestuurder. Over dat laatste, hè? Wat was er nou? Er was niet zoveel aan de hand. Die docenten die konden er allemaal tegen. En ik heb die boodschap heb ik die zo geuit. En ja, ik bedoel, ik hoor ook meneer zeggen dat u helemaal niet, de school helemaal niet bepaalt, hè, wat de docenten wel of niet mogen doen, mogen zeggen, et cetera. Zo begrijp ik een beetje de strekking van het verhaal. Tegen elkaar. Ja. Wat deed dit gebeuren? Hè? En met dat gebeuren bedoel ik de opstelling van meneer Kuiper. Hè? Weet allemaal wat er is gebeurd. Dat hij pamfletten heeft uitgedeeld. Dat hij die brief op tafel heeft gelegd. Dat hij zich uitliet op een manier die tegen, zeg maar, de stroom, ik noem het maar even, de stroom van de overheid inging, hè, over corona en vaccins en dergelijke. Terwijl u zegt, wij willen dit niet, maar willen dat ook niet. We willen gewoon neutraal blijven. Wat deed nou die handelwijze van meneer Kuiper nou met de school? En dat bedoel ik met de school. Leidde dat tot rumoer onder de docenten? Leidde dat tot wrijving, rumoer, hoe het verder wil vertalen, mag u zelf weten, onder de ouders, onder de leerlingen. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dat wil ik graag. Maar dan wil ik hem wel graag iets breder beantwoorden. Zoals ook gaat uw gang. Mevrouw Dijkstra het net al heeft verwoord. Het was natuurlijk een vrij instabiele situatie 2 jaar lang in Nederland, met heel veel discussie over alle maatregelen. En een aantal dingen moesten wij als scholen opvolgen. Mondkapjes, een tijdje zijn we gesloten, et cetera. Anderhalve meter, schermen. Maar waar we ons niet mee wilden bemoeien, dat was of, en daar mag ik me ook niet mee bemoeien, of collega's of leerlingen zich al dan niet lieten inenten. Daar hebben we ons dus ook nooit over uitgelaten. Er bestond ook niet iets als een indirecte vaccinatieplicht, wat gesuggereerd wordt. Want als je niet was gevaccineerd, was je gewoon op school welkom. Nou, in die periode kregen wij eindeloos veel reacties van ouders, medewerkers, over standpunten dat het anders moest. Nou, u kent de maatschappelijke discussie uit die tijd. Ik was en ben van mening dat we die periode alleen maar goed konden doorstaan als we de rust zouden bewaren. En dus niet elkaar gaan beïnvloeden met standpunten over bijvoorbeeld of je al dan niet laat inenten. Dat was echt een duidelijke lijn. Desalniettemin was ik van mening dat als dat toch bij mensen tot emotie leidde, tot standpunten, ga in gesprek en kom op een gegeven moment wellicht tot een waarschuwing als je nog te ver gaat. Of zelfs tot een berisping. Maar het houdt een keer op als een van mijn medewerkers niet leerbaar is
en continu de grens blijft opzoeken. En voor mij was dit de grens om collega's ook nog in deze discussie te betrekken. Ik kan niet op uw vraag beantwoorden, heb ik destijds ook geen onderzoek naar gedaan of dit pamflet tot een enorme rumoer heeft geleid in de docentenkamer, maar het heeft wel tot discussie geleid. Mm-hmm. Ja. En dat was dan over de brief in de docentenkamer. En geldt hetzelfde antwoord ook voor wat er is gebeurd als het gaat om het uitdelen van pamfletten op de hoek, zeg maar, van de school? Is daar ook nog... Ja, daar ben ik door de rector geïnformeerd dat dat tot heel veel consternatie heeft geleid op school. Ja. En ook leerlingen die naar de rector toe kwamen met de brief van wat moet ik hiermee? Die werden daar onzeker van. Ja, ook ouders? Ouders hebben zich ook gemeld bij de rector, niet in grote getalen. Goed. Even kijken dan. U heeft het gehoord en u heeft het ook natuurlijk gelezen en begrepen ook van de advocaat zojuist van meneer Kuiper, dat meneer Kuiper zegt: maar ik wil terug naar de school. Ik wil weer aan de slag. Ik wil dat u die beschikking vernietigt van de rechter in eerste aanleg. En dat de arbeidsovereenkomst wordt hersteld. Wat zegt u daarop? Wat mij betreft is de relatie daarvoor te beschadigd. Ik herinner me zelfs dat we bij de zitting in Alkmaar de vraag hebben gesteld: als we een vacature hebben op een andere school, stopt u dan met dit gedrag? En daarop was het antwoord nee. Ja. Dus ik heb daar geen vertrouwen in dat dit tot een werkbare situatie kan leiden. Ja. Okay. Ik denk, even kijken... Ik heb er geen vragen meer, maar ik kijk even naar mijn collega. Ja, ik heb een paar vragen. Meneer Kuiper, u zei dat dat pamflet een spitsvondigheid van uw advocaat was. Kunt u dat uitleggen? Nou, ik had eigenlijk mijn advocaat moeten verzoeken om het niet zo te brengen alsof ik niet verantwoordelijk zou zijn voor de tekst, omdat ik de tekst niet geschreven had. En dat is wel feitelijk correct dat ik de tekst niet geschreven had, maar ik heb hem wel uitgeprint en daar neergelegd. En dat heb ik gedaan omdat ik de wijsheid van die woorden inzag. En ik neem gewoon verantwoording voor wat ik heb neergelegd. Mm-hmm. En wat wilde u dan precies zeggen met de woorden spitsvondigheid? Hoe moet ik dat dan begrijpen? Nou, mijn advocaat heeft gezegd dat... Ik parafraseer hoor. Dat ik niet aansprakelijk gesteld zou moeten worden voor dat pamflet, omdat de woorden die erop stonden niet van mijn hand waren. Mm-hmm. En ja, ze waren niet van mijn hand. Maar ja, ik heb wel gekozen om ze daar neer te leggen. Dus ik vind het niet zo'n sterk punt. En u staat ook achter de inhoud van die... Ik sta achter de inhoud van wat daar stond, ja. Ik kan begrijpen dat de verpleegkundige dat zo ervaart. Ik heb nog een vraag aan uw advocaat. Meneer Van Dis, u heeft het in uw pleitnota over het herbouwarrest. De schade van een werkgever kan toch ook bestaan uit een ernstig verstoorde arbeidsverhouding? Kunt u in de microfoon praten, alstublieft? Nee, ik zei nog niks. Nee, maar ik dacht, ik zeg het vast voordat u iets gaat zeggen. Ja. Ja, je stelt die vraag... Omdat u zegt, hè, de school heeft geen schade geleden. Het is niet zo dat er alleen maar financiële schade moet zijn. Maar ook een verstoorde arbeidsverhouding kan schade zijn. Ik had dat net inderdaad opgelezen. Het is wat breder. Hè? Dus, maar ik vond...
Als u de vraag zo stelt aan mij, van, zou je kunnen zeggen dat er sprake is van schade als het door het uiten van een mening de verstandhouding tussen de werkgever, het bestuur en de werknemer beschadigd raakt, of verstoord raakt, omdat de bestuurder zich ergert aan die mening. Dan, als ik hem zo nauw maak, dat bedoelt hij misschien niet, maar als ik hem zo nauw maak, dan zou ik nee zeggen. Ik kan me er wel, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik bedoelde niet. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je zegt van nou. Dan maak ik hem even heel breed. En dan heb ik een ander eind van het spectrum. Dat we dus zeggen dat we bijvoorbeeld werken op een school waar. Er al een heel pijnlijk en moeilijk onderwerp is waar partijen zich lijnrecht tegenover elkaar bevinden en dat er maar iets hoeft te gebeuren dat vervolgens de vlam in de pan slaat. Mm-hmm. Daar kan ik me dan weer wel iets weer voorstellen. En volgens mij staat er ook zoiets in dat Barret moet je wel bij wet voorzien, wat niet zo het geval is. Maar daar kan ik me wel dat belang bij voorstellen. Maar dat was dus niet zo. En dat horen we nu eigenlijk ook terug van. Hij zegt, nou, dat kan ik niet zeggen dat het geval was. In ieder geval niet bij die collega's. En hij zegt nu van, ja, wel bij de leerlingen. Want er zijn wat ouders die zich gemeld hebben. En leerlingen hebben gevraagd van, wat moeten we hiermee? Dat vind ik nog niet voldoende aan de situatie die ik net heb beschreven van vlam in de pan, et cetera. Dat vind ik nog steeds een normale manier van discussiëren binnen een gymnasium. Maar toen maar heel intelligente mensen rondlopen die daar heus wel zelf wat mee kunnen. Bovendien, ik hoor het nu voor het eerst. Ik heb mijn vraag voldoende beantwoord, denk ik. Dank u wel. Ik heb nog een vraag aan de school. De bedrijfsarts heeft op enig moment mediation voorgesteld, hè? Waarom heeft de school daar niet voor gekozen? Nee. Zal ik het toelichten? Want ik denk dat ik hem iets. Ja, ja. Wat u wilt. Sorry. Zoals ik het uit de stukken heb begrepen, speelden er samenwerkingsproblemen op verschillende niveaus. Dus ook op de BSG in het kader van dat verbetertraject. En de bedrijfsarts gaf aan dat de mediation moest plaatsvinden. En dat is opgevat als zijn in ieder geval een gesprek met de collega's onderling op de werkscholengemeente, op de BSG. Dus dat is in ieder geval gebeurd. Ik weet niet precies uit mijn hoofd, maar er is ook al correspondentie over in het dossier. Er is uiteindelijk geen mediation geweest tussen de heer Kuiper en de heer. Want er waren gesprekken. Ja, dat waren gesprekken in het kader van de voorgenomen berisping. Maar dat waren wel gesprekken over. Wat voor gedrag laat je zien en wat voor effect heeft dat op ons? Dus er werd niet de meerwaarde ingezien van nog een keer dat soort gesprekken voeren met de mediator erbij. En de kantonrechter heeft het ook uitgevraagd op zitting. Dat hebt u in het proces verbaal kunnen zien. En toen hebben we er nog een keer over nagedacht. Maar juist ook gezien de antwoorden die meneer Kuiper geeft, ook nu weer, is zo duidelijk dat er een absolute tegenstelling is, dat je je ook afvraagt van ja, als je helemaal geen inzicht hebt in je eigen aandeel in een probleem, wat voor zin heeft het dan nog om een mediator in te schakelen? Want dan, ja, de bedoeling van mediation is dat je ergens tot elkaar komt. Dus vandaar dat er voor gekozen is om verder niets, geen mediation meer in te schakelen. Goed, dank u wel. Ik ging verder. Dan heb ik een vraag aan meneer Kuiper. Ik heb in het dossier gelezen dat er ook wat discussie is geweest over t-shirts die u droeg. En als ik het goed heb gelezen, dan gaat de lezing over wat er precies gebeurd is een beetje uiteen. Ik begrijp van de ene zijde dat er is aangekaart dat het dragen van bepaalde t-shirts niet op prijs werd gesteld. En dan zegt, geloof ik, de school. Vervolgens is meneer Kuiper die t-shirts juist vaker gaan dragen. En u zegt eigenlijk, het is andersom. Ik begreep dat er irritatie was over die t-shirts. En daarna heb ik ze niet meer gedragen. Totdat ik eigenlijk vlak voor
de ontslagaanzegging een formeel verzoek heb ingediend. Kunt u toelichten hoe dat in uw visie is gegaan? En dan kom ik daarna ook naar de school. Ja, ik heb het t-shirt meegenomen. Er staat op Did you know a third tower fell? Dat gaat over de terreuraanslagen in New York, waar niet alleen de Twin Towers zijn ingestort, maar ook een wolkenkrabber van 136 meter vlak daarnaast. Die per ongeluk een half uur te vroeg gerapporteerd werd op televisie. Toen stond hij nog en toen werd gerapporteerd dat hij al ingestort was. En veel collega's van mij weten dat niet, dus ik vind het nuttig om daar gesprekken over aan te knopen, dat ik ze dat kan vertellen. En in september 2020 werd ik op de BSG opgebeld door mijn leidinggevende. Ik heb elk jaar een andere leidinggevende, want de mensen blijven niet lang. Dus de leidinggevende van dat jaar, die zei, de teamleider HAVO, die heeft aanstoot aan dat t-shirt genomen, zou het uit willen trekken. Nou, dat vond ik nogal ver gaan, een t-shirt uittrekken op een werkdag, maar ik had gelukkig verschoning bij me. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik zei, ik ben het er niet mee eens, ik wil er nog op terugkomen, maar ik doe het voor nu. Want het was net de week dat de regering had aangekondigd dat er een uitgebreide thuisquarantaineplicht zou komen. En dan moesten leerlingen dus thuis onderwijs kunnen volgen. Dus de hele school was in rep en roer over hoe je dat logistiek voor elkaar moest krijgen met al die verbindingen. Dus dan wilde ik niet op dat moment een punt gaan maken over iets wat niet zo heel belangrijk is. Zo'n 9-11 t-shirt. Dus toen heb ik gezegd, ja, voor nu akkoord. En daar wil ik later op terugkomen. Vlak daarna kondigde ze haar ontslag aan. En toen was ze heel druk met het afhandelen van haar werkzaamheden. En het is er nooit meer van gekomen om met haar een afspraak te krijgen. Dus mijn volgende leidinggevende was een interim. En ik zeg van, ja, dit puntje stond nog open. Ik wil de t-shirt gewoon kunnen dragen. Het vertegenwoordigt geen complottheorie. Het is op geen enkele manier aanstootgevend. Ik vind het te bizar voor woorden dat je dat niet zou mogen dragen. Ja, het gaat gewoon over de werkelijkheid. Die wordt niet eens bestreden door wie dan ook. En de Amerikaanse overheid geeft ruidelijk toe dat dit gebouw is ingestort. Heeft er 20 miljoen aan besteed om te onderzoeken waarom. Dus waarom zou je niet zo'n t-shirt mogen dragen? En nou, hij wou er totaal geen gesprek over aangaan. Hij zei, als Sovon het jou verbiedt, dan ga ik het je niet toestaan. Nou, Sovon had het mij helemaal niet verboden. Het was mij gewoon verzocht door mijn leidinggevende om het uit te trekken. En ik had omwille van de rust in school daar toen aan gehoor aan gegeven. Dus ik stapte toen naar de rector en ik zei, ja, Horus, dat is toch te gek voor woorden dat ik dit niet zou mogen dragen. Hij zei, ja, dat snap ik wel, maar goed. Joh, laat het t-shirt toch thuis. En ik zeg, nou sorry, ik vind het een belangrijk onderwerp. Ik blijf het gewoon dragen. Dus het is mij expliciet niet verboden toen. Ik heb aangekondigd, ik wil het gewoon kunnen dragen. Er is niks mis mee. En nou, ongeveer in diezelfde maand kreeg ik dus een dreigbrief van de heer. Die zei dat er disciplinaire maatregelen zouden volgen als ik zou blijven drammen. Dat ging toen over de schoolsluiting. Ik ervaarde dat het zeer, zeer nadelig was, sociaal en cognitief voor de leerlingen. Dat signaal gaf ik af en dat gesprek dat liep verkeerd. Hij ging toen zijn beleid vergelijken. Ik onderbreek u even, want het ging mij met name om de t-shirts. En ik begrijp dat u zegt, toen mij gevraagd is om dat t-shirt uit te trekken, omdat een collega daar aanstoot aan nam, heb ik dat gedaan. Maar ik ben de discussie wel blijven voeren. Van september tot februari had ik daaraan voldaan. En in februari heb ik het opnieuw aan de orde gesteld. En zegt, jongens, dat moet er gewoon kunnen. Okay. En toen ben ik het blijven dragen, ook tijdens het verbetertraject. Tot in juni wordt gezegd, met jouw t-shirt overtreed je het kledingvoorschrift van nette verzorgde kleding. En toen heb ik mijn eieren voor mijn geld gekozen. En gedacht van, ja, als ze me erom gaan ontslaan, ze willen het niet verbieden, maar ze willen me er wel om ontslaan, ja, dan trek ik het maar weer uit. Oké, dank u wel. Ja, ik denk dat ik net van meneer Kuiper ook al hoorde dat de periode, hè, waar het mij om ging was, er is een verzoek geweest over die t-shirts en daarna, wat is er daarna gebeurd? Kunt u zich vinden in het verhaal hoe het gegaan is, de gang van zaken, zoals net geschetst? Heeft u, even een kleine schets ter verduidelijking. Veel zaken zijn gemandateerd aan de schoolleiding uiteraard. Hè. We hebben 9 scholen. We hebben ruim 900 mensen in dienst. En als zaken escaleren en officieel moeten worden vastgelegd, dan komt het bestuur in beeld. Dus dit heeft zich allemaal op school afgespeeld. Op de BSG? Ja, op de BSG. Dus niet op het Memelius Bergen Scholengemeenschap, niet op het Memelius Gymnasium.
En het klopt, ik ben ook geïnformeerd door de schoolleiding dat, ja, dat men bepaalde kledingvoorschriften dat die niet in acht werden genomen. En dat kan de rector dan zelfstandig beslissen. Ik wil nog even terugkomen op het stukje leerbaarheid. En op een gegeven moment komt er dan een gesprek tussen mij en de heer Kuiper op mijn kantoor. Nadat het allemaal al is vastgelegd over die kledingvoorschriften. En dan presteert hij het in dat gesprek om dat bewuste t-shirt te dragen. Toen ik daarna vroeg, zei hij, ja, maar ik ben nu niet op een school. Ik ben bij u op kantoor. Mijn kantoor zit in een school, weer een andere school dan de twee genoemde. En dan moet je eerst door de aula waar honderden kinderen lopen. Dus dat typeert een beetje het gedrag en het beleid en de conclusies die ik uiteindelijk heb getrokken in februari 2022. Oké, dank u wel. Ik heb verder geen vragen meer. Dank. Ik heb eigenlijk, ben ik één vraag vergeten, dus die ga ik toch nog stellen aan meneer Kuiper. Dat is naar aanleiding van productie 3 bij het inleidend verzoekschrift. En dat betreft de mail van, 22 februari. 22 februari 2021. Ja, en ik zal zeggen wat daarin staat en dan kom ik met een vraag. U schrijft een mail, meneer Kuiper, aan meneer. En u zegt daarin, dat is dat bewuste mailtje waarin u zegt de wet overtreden. U zegt, het minste wat wij kunnen doen is onze eigen visie voorleggen aan alle ouders en hun om instemming vragen, comma, de wet te overtreden vanaf 1 maart in het belang van onze kinderen en iedereen. Geven ze die instemming niet, dan is dat ook een keus. Maar wij kunnen niet langer onwerkzaam onze leerlingen opofferen aan een beleid wat natuurwetenschappelijk niet te begrijpen valt. Nou, daarop reageert dan meneer. Beste Raoul, in antwoord op je eerste zin, nee, je mag niet. Je mag niet mijn zin over het volgen van wettelijke voorschriften vergelijken met het terreur van de Duitse bezetter. Dat ging dan over iets anders, want dat was ook nog in uw mail geschreven. En dan komt het, je mag niet ouders oproepen de wet te overtreden. Ik wil je vragen te stoppen met deze mails en oproepen tot ongehoorzaamheid, dus om daarmee te stoppen. Zo niet, dan neem ik disciplinaire maatregelen. Meneer Kuiper, als u nou in plaats van meneer zou zijn, u bent bestuurder van een school, en meneer is meneer Kuiper die zegt van oproepen tot ongehoorzaamheid en de ouders vragen om de wet te overtreden. Wat zou u in zo'n situatie hebben gedaan met zo iemand die dat aan u vraagt? Zou u dan gezegd hebben, prima, laten we dat vragen aan de ouders, zo nodig de wet overtreden? Of zou u op dat moment in het belang van de school hebben gedacht, nou, dit gaat wel heel ver, dit accepteer ik niet. Ik ga deze docent of onderwijsassistent even duidelijk maken dat dit zo is. Wat zou u gedaan hebben als u in plaats van... Ja, dat is een moeilijke vraag. Dan, waarom is dat een moeilijke vraag? Dan moet u erbij zeggen of ik dan in zijn positie mijn mening over het coronabeleid zou hebben, of de mening waarvan ik vermoed dat hij die maar het heeft. Gaat niet over mening, hè? Het gaat hier om of we de wet moeten overtreden of niet. Daar gaat het om. Het gaat niet meer om een mening. Sinds in april 2020... werkzame medicatie voor de coronaziekte, zoals hydroxychloroquine met zink, werd verboden door de regering, heb ik enige scepsis over het regeringsbeleid. En de schoolsluitingen die leken me niet wezenlijk bijdragen aan het terugdringen van de besmettingen. Er vinden zeer weinig besmettingen plaats op scholen. Dus de maatregel leek eigenlijk
niet effectief en buitenproportioneel. En ik ervaarde, ik had toen een bijbaantje op het ROC van Amsterdam, dat de leerlingen gigantische emotionele en cognitieve schade opliepen. Sommige leerlingen zitten met 5 kinderen in een huis met 1 computer en dan moeten ze online onderwijs volgen met z'n 5 op 1 computer. En ze kennen hun klasgenoten niet. De brugklassers die hadden elkaar een paar maanden gezien en daarna niet meer. En dan zitten ze thuis in isolement. Dat is zeer schadelijk voor de kinderen en dat zou je alleen moeten doen. Zeker wat de onderbouw betreft, die elkaar nog niet goed kennen. Ik geloof dat daar veel mensen met u, er zijn best wel veel mensen met u die daarover dachten. Dat denk ik wel. Je kan dat overal lezen. Er is altijd een groep die daar niet mee eens is. Vraag niet over. Mijn vraag gaat over, u roept op eigenlijk in uw mail, u vraagt de bestuurder om de wet te overtreden. Daar gaat mijn vraag over. Ja. Kijk, dat u het niet mee eens bent en dat er wellicht een grote groep is die er ook zo over denkt, dat is prima. Daar gaat mijn vraag niet over. Ik hoop het. Maar betekent dat u met die mening, met die visie, dit kan doen? Ik hoop dat als ik bestuurder was geweest van 9 scholen, dat ik de moed gehad zou hebben, hoop ik, om aan alle ouders voor te leggen van, wij vinden de schoolsluiting zo schadelijk en zo niet bijdragen aan de beheersing van de coronasituatie, dat wij overwegen om ondanks het verbod toch open te gaan. En als die ouders u daarin zouden steunen, stel dat de grote meerderheid zou gezegd hebben, prima, doe maar, had u het dan gedaan? Ja. Oké, nou dat wilde ik even weten. Ik wil even weten hoe u daarin stond. Ik moet er wel aan toe. Was u eigenlijk tegen het overheidsbeleid ingegaan en had u de school opengesteld? Dat is wat u zegt, toch? Voor degene die dat willen natuurlijk. Ik zou niemand dwingen om naar school te gaan. Nee, tuurlijk. En ik moet eraan toevoegen dat ik deze mails geschreven heb in een toestand van overspannenheid. Ik zie nu in dat het volledig onrealistisch was om dit voor te stellen. Vanuit emotie heb ik deze suggestie gedaan. Omdat ik... Even rustig. Volgens mij heeft u een bekertje water, toch? Ja. Neem even een slokje. Ik zag hoe groot de schade was bij de... Bij de leerlingen. Ja, oké. Nou ja, dat is wel bekend, want we weten ook, niet voor niets is vorig jaar door de examencommissie besloten om examenleerlingen een joker te geven in de zin van je mag 1 vak laten vallen, het slechtste vak met het slechtste cijfer. Dat is dit jaar weer niet zo, maar dat was vorig jaar wel zo. En dat was natuurlijk vanwege de gevolgen van de schoolsluiting tijdens de coronapandemie. Omdat leerlingen daar een achterstand mee liepen. Ik denk dat daar ook eerlijk gezegd, ik heb daar ook van de schoolkant niet gehoord dat dat niet zo is of dat dat bestreden wordt. Ik geloof dat daar de meningen ook niet tussen u beiden niet zozeer over verdeeld zijn. Maar het is meer, en dat leid ik uit de reactie van meneer af op die mail van, want dat kunnen wij niet zomaar doen. Dit zijn maatregelen door de overheid en wij kunnen daar niet zomaar beslissen daarop zoals u dat zou wensen. En daarom heeft u gezegd, stop ermee en anders komt er een disciplinaire straf. Heb ik dat zo goed? Ja, ik leid dat een beetje uit de hele context van de zaak. Want dit speelt natuurlijk als een beetje een rode draad in deze zaak. Uit die context leid ik dat af. Maar als ik het niet goed heb afgeleid, dan moet u mij onmiddellijk corrigeren, meneer. Nee, u ziet het goed. En ik erken nogmaals dat er een behoorlijke grote groep mensen waren die de mening hadden van Raoul. En die mening die bestrijd ik ook niet. Die mag die hebben. Die mag die zelfs uiten. Maar wel binnen de grens en de kaders die wij hebben afgesproken. En hier ziet u mijn reactie iets feller worden dan in andere mails. Omdat ik hier nu echt ten eerste met de Duitse bezetter word vergeleken. En ten tweede om de wet te overtreden. Ja, dat
natuurlijk een onmogelijke vraag. Ja. Okay. Ja, ik werp verre van mij dat ik zijn beleid met de Duitse bezetter zou hebben willen vergelijken. Ik heb gezegd, en zo ben ik opgevoed, bevel, is niet altijd een geldig argument. En daarmee heb ik verwezen naar de Tweede Wereldoorlog. En daarmee doelde ik dus op een onrechtvaardige maatregel. En dat had helemaal niets met zijn beleid te maken. Duidelijk. Dus dit vind ik echt weer een vreemde verdraaiing om dat zo op te vatten. Ik heb u goed gehoord en ik begrijp u, meneer Kuiper. Dank voor uw antwoorden. We zijn gekomen aan, wat ik al zei in het begin, een eventuele rondje tweede termijn. Dan kijk ik meneer Van Dis aan als eerste voor een korte, hopelijk korte repliek. Want er is natuurlijk uitgebreid over de zaak. Maar misschien is er nog iets wat u wilt benadrukken of onderbelicht gebleven. En daar wilt u toch nog de aandacht voor vragen. Gaat uw gang. Ja, graag. Om te beginnen hadden we het even over een spitsvondigheid. En ik probeer me voor de geest te krijgen wat er nou over gaat. Volgens mij is het op enig moment heeft u een vraag gesteld, meneer voorzitter, waar het lijkt dat ik ergens gesuggereerd heb dat pamflet op de koffietafel, dat niet de mening is van mijn cliënt, maar van iemand anders. Dat zal ik allicht zo gezegd hebben, want het is zo. Het is een citaat, hè? Het is een verhaal van iemand anders. Maar het is natuurlijk wel een uitdraging van de mening van mijn cliënt. Dus daar is verder niks spitvondigs of gewiekst of geheimzinnigs aan. Dat is gewoon de naam onder. Precies, dat is wat het is. En ik denk ook niet dat het wat anders zou zijn. Dat het dan op een andere manier beschermd zou moeten worden door het grondrecht op vrije meningsuiting als je een mening uitdraagt die iemand anders voor jou heeft geformuleerd, maar die waarmee dus duidelijk wordt dat je die onderschrijft op het moment dat je die op deze manier binnen een bepaalde kring introduceert. Dus dat, geen spitsvondigheid. Dan over de zitting in Alkmaar, waar is het inderdaad over mediation gegaan? En ik had tijdens die zitting echt het idee dat dat het de zomer naartoe zou kunnen gaan dat die mediation toch nog plaats ging vinden. Mijn cliënt wilde dat ook, dat heeft hij ook gezegd. Vervolgens werd in mijn beste herinnering werd de vraag gesteld van je moet er afspraken maken. En als er dan een afspraak uitkomt dat je niet meer je mening kan uitdragen op de manier waarop je dat hebt gedaan, leg je daar dan weer neer. En daar heeft mijn cliënt van gezegd, het punt is natuurlijk dat je mediation ga je in op een open manier. Niet door van tevoren al vast te leggen wat er uit zou moeten komen. Mijn cliënt wilde gewoon graag in mediation werkbare afspraken maken over wat wel en wat niet. En daar had hij zich reuze wel aan gehouden. Ik blijf dat een gemiste kans vinden van de school. Dat we dat niet. Ik bedoel, we zitten nu ook weer hier. Dat zomaar al eerder opgelost kunnen zijn als we dat wel hadden. Als we dat nou wel hadden gedaan. Als dat niks had opgeleverd, dan had het niks opgeleverd. Jan heeft het in ieder geval geprobeerd. En zelfs dat wilde de school dus niet. Tenzij mijn cliënt zich van tevoren aan een bepaald resultaat zou committeren. Nou, even over het pleidooi van advocaat van Sovon. Dat ontslag ging niet over de mening. Het gaat niet over dat pamflet. Het gaat over leerbaarheid en het zich houden aan instructies. Maar daar durft Sovon wel. Want als je het hebt over instructies in het kader van die reïntegratie, heb ik uitgebreid in eerste aanleg uiteengezet. Daar is Sovon notabene op de vingers getikt door het UWV in een second opinion, dat ze daar een boekje te buiten zijn gegaan en niet geen rekening hebben gehouden met de belastbaarheid van mijn cliënt. Dus dat is Sovon die zich niet houdt aan instructies. Dat verbetertraject, ja, daar heb ik ook al van gezegd. Dat is nooit doorgezet. Je kunt denk ik ook niet zeggen van een verbetertraject dat plaatsvindt in het kader van de functioneringsproblematiek, dat dan van kleur verschiet op het moment dat je zegt van ja, maar je houdt je ook niet aan de instructies. Ja, dat zou kunnen, maar dan moet je wel laten zien dat hij zich niet aan instructies hield. En dat is niet zo. Hij heeft zich keurig gehouden aan instructies en de bereidwillendheid getoond om met de kritiek die in dat traject werd geuit, om daar wat mee te doen. En ik bedoel dat dus echt niet badinerend over die spullen in de afwasmachine zetten. Maar dat was wel waar dat over ging. Dus dan hou je uiteindelijk echt alleen de strubbelingen over die naar mijn mening beschermd worden door het recht van vrije meningsuiting.
over dat uitdelen van die brieven naast de school. Mijn cliënt heeft, en dat heeft hij misschien ook al zelf kunnen zien als u die stukken, dat blijkt dat hij stukken ook wel heeft, lichtelijk de neiging om dingen heel letterlijk op te vatten. En die waarschuwing die hij had gehad was dat hij niet op school en niet in de hoedanigheid van zijn aanstelling bij van onderwijzer die mening mocht uitdragen. Dus dat heeft hij dus niet op school gedaan. En de hoedanigheid van onderwijzer was hem vanwege die schorsing ontnomen. Dus hij meende dat hij daar in ieder geval niet letterlijk die instructie heeft geschonden. Daar kunnen we van vinden wat we daarvan vinden. Maar dat is een overweging geweest. En natuurlijk, dat heeft mijn cliënt natuurlijk net zelf verteld, de gedachte dat hij toch al ontslagen was. Zo voelde dat althans voor hem dat hij te horen gekregen. En dacht hij dat dat ook zo was. Tenslotte, ja, ik had het net heel eventjes over wat dat nou had veroorzaakt. Hè. Dus dat pamflet op de koffietafel, niks. Dat heeft de directeur toegegeven. En dan wat het uitdelen van die pamfletten, wat dat nou had veroorzaakt. En ik wil graag bestrijden wat daar gezegd wordt. De directeur zegt, dat heeft tot consternatie geleid. Leerlingen hebben gevraagd, wat moeten we hiermee? En ook ouders, dat is niet aangetoond. Dus dan wil ik ook niet dat dan ergens in een oordeel terechtkomt dat ik dat hier onvoldoende heb weersproken en dat we het daarom om die reden kunnen aannemen, dan moet ik dat bestrijden als dat niet bewezen is. Oké, dat is eigenlijk een beetje een betwisting bij gebrek aan wetenschap. Ja, ik vind het altijd zo'n raar manier. Maar ja, dat is het. Het is toch zo, want eigenlijk zegt u van, hoezo, ik heb het nergens gezien, dus ik betwist dat bij gebrek aan wetenschap. Ja. Ja, maar ik betwist het. Wat had in uw visie meneer van moeten doen om dat wel aan te tonen, duidelijk te maken? Want hij zegt, ik ben bestuurder en ik weet waar een discussie over is. Ja, absoluut. Wat had hij dan nog meer moeten doen? Hij had moeten laten zien dat wat mijn cliënt daar deed, dat de boel bij hem op school op de kop zetten en leiden tot onaanvaardbare polarisatie. De polarisatie, CQ, een soort stammenstrijd binnen school. En dat is helemaal niet gebeurd. Mocht dit een cruciaal punt worden, dan bied ik daar bij deze bewijs van. Nee, u komt toch aan het woord, dus ik wilde al zeggen van waarschijnlijk gaat de advocaat in haar dupliek, of misschien meneer in zijn laatste woord daar nog op in. Dus dat wilde ik zeggen. Maar u was klaar, toch, meneer? Ik was klaar, ja. Ja, prima. Dank u wel. Nou, dan heeft u gelegenheid voor dupliek, mevrouw Dijkstra. Dank u wel. Excuses voor de onderbreking. Geen probleem. Ik denk dat het meeste al wel gezegd is voor wat betreft de mediation. Geeft de heer Van Dis aan dat hij op de zitting de indruk had dat het die kant op ging. Dat is geen juiste indruk. We hebben wel geschorst om even op de gang te bespreken of er inderdaad nog een vacature was en wat we daarvan vonden. En toen zijn we teruggekomen en hebben aangegeven, mediation is echt geen medicijn waarmee je alle verschillen van inzicht oplost. Gezien de antwoorden van de heer Kuiper zien we niet dat mediation hierin nog iets gaat bijdragen. Verder zei de heer Van Dis nog het een en ander over het niet houden aan instructies. Ik heb meneer Kuiper net horen zeggen dat hij, ik parafraseer, ik weet het niet meer precies, maar ik heb opgeschreven, richting leerlingen en ouders willen we grip houden op wat er gebeurt. En dat hij dat wel begreep. Dus ik constateer dat voor meneer Kuiper wel duidelijk was dat zoveel niet wilde, dat hij allerlei informatie over vaccins ging delen met leerlingen en ouders en dat zoveel daar belang bij had. En dat is ook de indruk die ik af en toe wel krijg uit het dossier, dat de heer Kuiper daar wel een gevoel bij heeft en dat eigenlijk de redelijkheid er ook wel van inziet. En juridisch betekent dat hij instemt met die instructie. En een redelijke instructie is volgens de wet ook een instructie die is gegeven binnen de grenzen van algemeen verbindende voorschriften. En dus ook
geen inbreuk is op zijn grondrechten. Meneer Kuiper zegt alleen van ja, maar ik vond het wel wat ver gaan richting mijn collega's. Dan moest ik het toch wel kunnen hebben over die vaccins. Maar goed, de instructies gegeven richting leerlingen en docenten, juist omdat zoveel vond, juist omdat zoveel heel erg duidelijk wilde zijn richting de heer Kuiper, dat ze in het geheel geen informatie over de risico's van vaccins wilden spreken. Dus uiteindelijk, hè, op de vraag die meneer Van Dis ook stelde, heeft hij nou die instructie overtreden, is het antwoord ja, want hij heeft wel die brief in de lerarenkamer gelegd en vervolgens toen hij geschorst werd. En ook als je geschorst bent, heb je nog wel de hoedanigheid van onderwijsassistent, want je bent gewoon in dienst, pamfletten uitgedeeld. En voor wat betreft de betwiste consternatie kan mijn cliënt misschien nog wel wat zeggen. Ja, dank u wel. Ik ga eerst even meneer vragen of hij nog iets als laatste wil zeggen van zijn kant en daarna krijgt meneer uiteraard... Kuiper, ja. Meneer Kuiper, pardon. Ik verspreek mij. Meneer Kuiper en daarna uiteraard meneer Kuiper. Ik heb het op papier gesteld zodat ik het een beetje snel kan voorlezen. Heeft u op papier gesteld? Wat ik nog wil zeggen, mag ik dat ronddelen? Hoeveel is het? Het is 2 A4'tjes. Oké, prima. Ja, dank je. Ja. Rustig aan. Ga uw gang. Allereerst, als u de zitting nog 2 uur zou willen verlengen, dan zou ik alle verdraaiingen van de werkelijkheid kunnen tijd gaan rechtzetten. Tijd hebben we niet, kan ik u zeggen, want we hebben nog twee andere zaken te behandelen. Dat begrijp ik. Wat mij het meeste pijn doet, is van het vonnis, artikel 4.10. Kuiper heeft een persoonlijk motief. Als je zorg dragen voor het welzijn van je collega's en leerlingen een persoonlijk motief noemt, dan is dat waar. Wacht even, gaat u nu dit voorlezen? Nee, dit was een aanvulling die tijdens de zitting nog in mijn hoofd kwam, maar dat duurt niet lang. Nee, maar ik bedoel, u heeft ons nou dit gegeven. Ja, die ga ik voorlezen. Wat niet kan is dat u ons iets geeft terwijl u dat niet voordraagt. Dat kan niet, want dan moet ik het u aan u teruggeven. Want ik zeg dat omdat wat u zegt, daar moet de wederpartij op kunnen reageren. En dat kan alleen als het hier ter sprake wordt gebracht. Dus daarom is mijn vraag, gaat u dit voorlezen of niet? Ja, ik ga dit voorlezen. Nou, dan mag u dat doen. Oké. Begint u maar dan bij de eerste zin, zou ik zeggen. Nou ja, ik wil graag 1 opmerking maken die niet op papier staat. Ja. En dat is dat het mij dus erg pijn doet, dat geoordeeld is dat ik zou handelen vanuit een soort hobby of zo. Dat het een soort hobby is van mij om andere mensen te overtuigen. Terwijl het gaat voor mij om zaken van levensbelang en dat is wat mij motiveert. Ja. Geachte aanwezigen, geacht edelachtbare. We hebben allemaal turbulente jaren achter de rug. In april reeds werd hoopvol aangekondigd dat er een vaccin ontwikkeld zou worden. Dat het even kon duren. Maar als het er eenmaal was, zouden we gered zijn. Ik ben vanaf dan gaan luisteren wat ervaren wetenschappers en artsen van dat plan vonden. Er waren er nogal wat die het helemaal niet zagen zitten. Tot mijn schrik werden zij gecensureerd van internet. In het begin leefde een beleidskritische video van een arts of wetenschapper nog enkele dagen. Na een poos duurde dit nog maar enkele uren. Men begon uit te wijken naar minder bekende platforms. En in de samenleving ontstond een tweedeling. Zij die ernaar keken en zij die het helemaal langzaam heen ging. Op LinkedIn, Google, YouTube, Twitter, Facebook was heel veel censuur en in toenemende mate. Niet alleen voor mis- en disinformatie, maar ook melinformatie. Melinformatie is informatie die wel 100% correct is, maar onwelgevallig. Bijvoorbeeld de vaccinindustrie of strategie zou kunnen doorkruisen. Ik had naarmate de tijd vorderde steeds minder vertrouwen in het vaccin en moest met ledenogen toezien hoe de jongere collega's en ook heel jonge collega's van 25 jaar oud, die volgens de nieuwsberichten weinig te duchten zouden hebben van de ziekte, toch ook het nog experimentele vaccin namen. Terwijl het verspreiding niet eens stopte. Ik weet van 3 collega's dat zij nu blijvende schade aan hun immuunsysteem hebben. Het was heel zwaar voor mij om dat
te moeten toezien werkloos. Degenen die ik voorzichtig aansprak waren volstrekt onbereikbaar voor suggesties dat ze wellicht beter wat afwachtender zouden kunnen zijn. Gelukkig dacht ik toen nog, krijgen de leerlingen het vaccin niet, want de noodgoedkeuring is voor 18+. Maar binnen een paar maanden veranderde ook dat. Toen kwam ik echt in gewetensnood. Inmiddels wist ik van experts dat het aantal bijwerkingen groter was dan verwacht en ook dat het stelselmatig werd verzwegen en onderschat door de overheid en de instanties. Hoe kon ik over 2 jaar bijvoorbeeld onze leerlingen onder ogen komen en zeggen, ja, ik wist destijds al wel dat het product wat jullie werd geadviseerd, zelfs ook op school door leraren enzovoort, niet deugdelijk was, maar destijds hield ik mijn mond omwille van de prettige sfeer en mijn baan en zo. Daarom stapte ik geheel correct naar de directie. Eerst naar de rectoren van beide scholen, die wezen mijn voorstel af en wel in exact eendere bewoordingen. Daarom ben ik naar de bovenschoolse directie gestapt, de heer. Daar werd het voorstel niet alleen afgewezen, maar zelfs berispt. Dat had ik never nooit verwacht. Uiteindelijk is een half jaar later tijdens de verlenging van de schorsing op 8 februari 2022 aan mij meegedeeld dat men de arbeidsovereenkomst beëindigen ging. Toen heb ik alsnog gedaan wat ik zelf in de zomer al netjes had voorgesteld via de officiële weg. Ik heb de officiële overheidsfolder van de GGD uitgedeeld aan leerlingen. Plus een foldertje van het artsencollectief dat aanraadde eerst nog een poosje af te wachten. Tezamen vormden die twee dus gebalanceerde en samen neutrale informatie. Plus ook nog mijn eigen toelichting, onder andere over mijn schorsing en ontslag. De reden dat ik niet nog een half jaar gewacht heb tot mijn ontslag helemaal in kannen en kruiken was, dan zou het voor veel leerlingen misschien te laat zijn en hadden ze alweer een booster te pakken gehad. Terugblikkend heb ik er nu enorm spijt van dat ik van april 2021 tot februari 2022 zoveel heb gezwegen. Ik heb me altijd aan de instructies van de school gehouden en daar heb ik spijt van. Vrijwel alle sombere berichten die toen nog voor een klein deel speculatie waren, zijn naar mijn mening uitgekomen. Ik heb niemand willen dwingen om af te zien van het vaccin of om zelfs maar te luisteren naar wat ik te zeggen had. Het ging mij erom dat leerlingen en collega's een eerlijke kans moesten hebben. Het geluid van de mainstream en de regering was dusdanig sterk dat veel mensen niet eens wisten dat er discussie bestond over de veiligheid en over de effectiviteit. En informatie op internet mag je nooit vertrouwen, terwijl de informatie van de regering altijd juist is. Wordt dat onze toekomst? De regering vergist zich nooit. Il duce ha sempre ragione. Ik wil zoveel complimenten maken voor 2 zaken. Ten eerste de intentie om een neutraal beleid te voeren. Ten tweede het besluit om geen GGD-prikbus op of nabij school toe te staan. Helaas is dat eerste, het neutrale beleid, niet gelukt. Ongeveer de helft van de docenten was volledig in de ban van de injectie aanbidding. En ze prezen te pas en te onpas vaccinatie aan, bij de leerlingen, bij elkaar. Dit probleem heb ik gemeld en ik kreeg te horen dat het mijn zaak niet was. Plichtsverzuim dat ik dit meldde. Docenten zetten grote druk op de leerlingen. In klassen werd gevraagd met handopsteken te zeggen of men gevaccineerd was of niet. Docenten gaven aan elkaar door als ze ontdekten dat een leerling het vaccin niet genomen had, om elkaar te waarschuwen om extra afstand te houden, dat ze maar niet besmet zouden worden door die niet gevaccineerde leerling. Voor de leerlingen die dat betrof, moet dit zeer traumatiserend geweest zijn. Op een schoolreis, klas 5 naar Parijs, werd vanuit de school de vaccinatie als voorwaarde gesteld voor deelname. Dit is ook toegegeven op door Sovon op de zitting in eerste aanleg bij de kantonrechter. En dat is geheel verdwenen uit het proces verbaal, terwijl we het er 5 minuten over gehad hebben. Ik kon met mijn geweten niet minder doen dan ik gedaan heb. En ik had veel meer willen doen. De hele toestand in de samenleving heeft me erg aangerepen. Soms sliep ik er slecht van. Ik had ook concentratiestoornissen en verstrooidheid. In plaats van met mij daarover in gesprek te gaan, heeft Sovon mij in maart 2021 gevraagd zelf ontslag te nemen. Dus er was net 3 maanden lang schoolsluiting geweest. Er was dus heel weinig te doen voor ons ondersteunend technisch onderwijspersoneel. En na die 3 maanden werd mij gezegd dat ik dysfunctioneerde en ontslag moest nemen. Dat was het allereerste signaal over dysfunctioneren dat Sovon mij gaf. Kwam die wending door mijn t-shirt over World Trade Center gebouw 7. Voor zover mij bekend bestaat er geen controverse over het feit dat het gebouw 7 als derde toren is ingestort. Het is een natuurkundig interessante discussie. Er zullen wellicht geopolitieke consequenties verder aan vastzitten, maar daarover liet ik mij niet uit. Waarom zou ik niet zo'n t-shirt mogen dragen? Op 25 januari
In 22 heb ik een pamflet op de koffietafel in de docentenkamer gelegd waar leerlingen geen toegang hebben. Het pamflet was feitelijk veel te mild in verhouding wat er toen ter tijd allemaal bekend was over nut, noodzaak en risico van het vaccin. Het was voor mij uit slechts een poging om op een milde manier gesprekken te kunnen aanknopen met degene die dat wilde. Dat ze gewoon wisten dat ik er zo over dacht en dat ze met mij konden praten als ze dat interessant vonden. Vrijheid van geloofsbelijdenis staat al in het plakkaat van Verlatingen van 1581. De vrijheid van meningsuiting wordt gegarandeerd in tal van verdragen van 1984 tot nu. Het is niet alleen het recht een mening te uiten zonder gevangenisstraf of erger te riskeren. Het is ook het recht van anderen om die mening aan te horen als zij dat zelf verkiezen. Ik ben cultureel opgevoed op mijn eigen middelbare school in de jaren 82 tot 88. Daar heb ik omstreeks het jaar 86 de roman 1984 gelezen. Deze toekomstvoorspelling zat er dus overduidelijk een klein beetje naast. Maar veel citaten zijn me bijgebleven. Zo laat George Orwell de hoofdpersoon zeggen: vrijheid is het recht om te zeggen 2 plus 2 is 4. Wat helaas in het geval van de roman voor de hoofdpersoon tot gevolg heeft dat hij wordt gemarteld tot hij niet alleen zegt 2 plus 2 is 5, maar het nog oprecht meent ook. En daarna wordt hij geëxecuteerd. Ik ben niet boos op Sovon, want ze hebben niet beseft wat ze deden. Ik wil daar graag weer werken en afspraken maken over eventuele problemen die men ervaart. Ik ben bereid me aan die wederzijdse afspraken te houden, ook op het gebied van zaken die, volgens mij, onder de vrijheid van meningsuiting vallen. Volgens mij komen we er best uit. En zo niet, wat ik niet verwacht, dan kunnen we alsnog op een waardige manier uit elkaar gaan, met wederzijds goed vinden. En niet met zo'n nep verbetertraject, wat ineens als een donderslag bij heldere hemel uit de lucht komt vallen en waarbij alleen maar de negatieve dingen worden gerapporteerd, niks positiefs, geen enkele verbetering is genoteerd. Het is overduidelijk dat men alleen maar aan het aansturen was op ontslag, al vanaf het begin af aan, vanaf maart 2021. Dus dat heeft meer dan een jaar geduurd. En zoiets onschuldigs als dat mijn telefoon defect was en dat mijn vrouw kon getuigen dat dat was, dat is allemaal terzijde geschoven en er is een dag salaris ingehouden als straf voor het niet telefonisch bereikbaar zijn, terwijl ik een kapot telefoontoestel had. En ik had me correct ziek gemeld, alleen niet volgens de extra regel die mij was opgelegd dat ik ook nog mijn leidinggevende moest bereiken. Maar die wilde ze telefoonnummer niet aan me geven, dus ik kon hem niet bereiken. En ik dacht zelf bereikbaar te zijn. Gewoon een misverstand en gewoon al die treiterijtjes en onredelijkheid en al die verdraaiingen. Het is echt wel treurig. Oké, dank u wel. Meneer, wilt u zelf nog als laatste iets zeggen? Namens ja, dat kan kort. Met een slotsom op het einde en een paar kleine reacties. Ik heb naar eer en geweten uw vragen beantwoord. En ik heb van de rector gehoord dat leerlingen met name mondeling zich bij de rector gemeld hebben en in de war waren van die folders en de manier waarop dat ook ging. Dus daar kan ik geen schriftelijk bewijs van leveren, maar wel, de leerlingen van het Mummelius, ze gingen het even over de vraag dat ik het niet kon bewijzen, maar dat is mondelinge informatie en ouders die de school gebeld hebben. En wij gaan die gesprekken niet opnemen. En nog even een kleine reactie op het uitgebreide verhaal net van de heer Kuiper. We hebben een kleine periode de situatie gehad, vooral op het moment van die schoolreisjes, dat er een extreme variant in opkomst leek van het coronavaccin. En dat een aantal landen het niet toestonden dat niet gevaccineerde kinderen meegingen op een schoolreisje. En dan direct in quarantaine werden geplaatst voor enkele weken. En dat was onorganiseerbaar voor de scholen. Dat even een reactie op die ene zin. Want er wordt nu gesuggereerd dat wij niet gevaccineerde kinderen hebben uitgesloten van activiteiten. Want dat was juist de kern van ons beleid altijd, om daar geen onderscheid tussen te maken. Ja, en dan nogmaals, het is een herhaling. Het gaat om een heel proces van 2 jaar en waarbij niet een incidenteel geval de reden is dat we hier zitten, maar de leerbaarheid en stuurbaarheid van mijn werknemer. Ja, duidelijk. Dank u wel. Ik neem aan dat u zich aansluit bij die woorden. Ja. Goed, dan zijn we gekomen aan het einde van deze behandeling. Rest mij u nog mee te delen dat wij goed over de zaak gaan nadenken. Dat we ernaar streven op 1 augustus uitspraak te doen.
Dat is midden in de vakantie, zeg ik er meteen bij. Dus het kan zomaar zijn dat we die datum niet halen. Als dat aan de hand is, dan weet u waar het aan ligt. Namelijk wat ik net zei, de vakantie en de werkdruk. We hebben ook helaas nog heel veel zaken liggen die ook allemaal afgehandeld moeten worden. Dus de kans is wel aanwezig, maar ik heb u gezegd, we doen ons best. We streven ernaar om die datum te halen. En dat zult u wel merken als u een bericht krijgt dat de zaak, de uitspraak is uitgesteld. Dan weet u waar het dus aan ligt. Ja, dat is het. Ik dank u allemaal voor uw komst. En ik wens u nog een fijne dag. Daarmee is deze zaak ten einde. Dank u. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Rustig, liegt niet. Als je normaal maakt, is nog niet is normaal. Every nation, in every region, now has a decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.